The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. AA, ik zit hier you voor de zorg als het ergens over moet gaan. Zin in misdeelen? Naar de vrijgevende en AA. Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval. Welcome to the AA. Dat Andries en ik fan zijn van een streepje hip-hop weten de meesten onder jullie intussen al wel. Wat op 11 augustus 1973 in 1520 Sedgwick Avenue begon als een back-to-school jam met DJ Cool Herc, is intussen uitgegroeid tot het populairste muziekgenre ter wereld. Ook bij ons scheert hip-hop hoge toppen met artiesten als Zwangere Guy, Young Yellow, Lee, Dutch Norris. Tourist Lemsi en nog vele anderen. Vooral Nederlandstalige hip-hop scoort enorm en laat dit nu net zijn wat onze gasten van vandaag niet doen. Deze twee Antwerpse rappers/producers slash zingen en rappen in het Engels met invloeden gaande van Prince tot Kendrick Lamar tot Outcast. In 2017 brachten ze hun debuut-EP Mike Check uit, die meteen goed onthaald werd in zowel de Belgische als Nederlandse pers. Ze werden in 2018 bekend bij het grote publiek met de single Elusive... ...en samenwerking met David en Gia. De single werd meteen de hotshot op Studio Brussel. In diezelfde zomer speelden ze op Pukkelpop, De Lokerse Feesten en Rockwerchter. Ze openden de Mia's in het Brusselse Paleis 12 met hun single Was Good... ...waar ze genomineerd werden in de categorieën Doorbraak, Groep en Urban. In 2019 kwam hun debuut Are We Still Dreaming uit. De wereld was klaar voor hen... En toen gingen de deuren dicht door een wereldwijde pandemie. Niet getreurd, afgelopen september released ze hun tweede plaat No Sleep in LA. En die kwam meteen binnen op nummer 1 in de Ultra Top 200. The Boys zijn back on track, no pun intended. Want dit had ik geschreven voor ik de eerste track op de plaat had gezien. En vandaag zijn ze bij ons. Hun vrienden kennen hen als Willem Ardui en Jean Adouhoun. Het universum kent hen als Black Wave. Welkom, boys. Merci, merci, merci. Ja, cool, hè? Vette ja. intro. Je komt <laughs> kom gewoon binnen op nummer één. Dat moet toch een goed gevoel geweest zijn, nadat je zo heel die, uh, laten we zeggen, een beetje wind uit de zeilen had meegemaakt met het, uh, het COVID-gegeven? Ja, klopt. Uh, het is echt uh, wel een heftige periode geweest, de voorbije jaren. Een heel um... moeilijke periode, ja. Ja, en, en, en brieven, ja, echt, echt, uh, echt vreemd van alles gebeurt. Mm -hmm. um, maar deze plaat was ja, echt terug, terug de moment waarop we gewoon ons, ja, ons naar de buitenwereld konden terugtonen hoe dat wij het willen en, en alles terug hebben kunnen doen, shows. Mm -hmm. um, en dat voelde mega goed. En dan en dan ook die, uh, ja, gewoon dat terugkrijgen van een, van een publiek en ook van, van luisteraars om dan op één binnen te komen, was echt, was echt wel zot. Uh, ja. Ja. Ja, nou, het gevoel toch, eh, of, of dat, dat was toch dat jullie een tijdje, uh, ik denk dat ik het zelfs in een aantal interviews gelezen heb met jullie, dat jullie wel zeiden van dat het, het had niet veel gescheeld of Black Wave was er niet meer geweest. Hè? Ja, echt. Wow. Um, we hebben het geluk gehad, maar we waren daar onlangs ook over aan het praten. We hebben echt geluk gehad dat we net voor de pandemie naar Alice zijn vertrokken en superveel muziek hebben gemaakt. Mm -hmm. En uh, op een bepaald moment tijdens de pandemie waren we echt aan het overwegen om te skippen, allee, om gewoon het stop te zetten. Ja. Yeah. En um, had die muziek er dan niet geweest, denk ja. ik dat we dat niet hadden gehaald eigenlijk. Ja, oh, ja. Want het ja. is echt die muziek die er lag. Dat de, de motivatie hoog hield om het toch opnieuw te proberen, en, allee, of toch uh, staande te houden en er nog iets mee te doen ofzo. Ja ja. ja, ja. Want jullie hadden nu je debuutplaat uit, er was van alles aan het gebeuren, je wordt aan het touren, je stond op heel grote festivals, dat mm. ging allemaal als een trein. Maar toch waren jullie al vrij snel bezig met nieuw materiaal dan, of? Mm. Ja, er is wel een periode geweest tussen um, onze... Uh, de release van onze debuutplaat en dat we dan deze nieuwe plaat zijn beginnen schrijven, dat we eigenlijk... Zoiets hadden van misschien moeten we wat rust pakken, want die eerste jaren waren eigenlijk heel uh, veel, allemaal achtereen. Mm -hmm. uh, geen tijd voor rust, geen tijd voor vakantie. Ze hadden zoiets van oké, okay, onze eerste plaat is uit, we gaan een paar maanden nemen om misschien aan eigen dingen te werken of eventjes rust te nemen. Mm -hmm. Maar achteraf gezien was dat eigenlijk uh, ja, toch niet helemaal de beste beslissing, omdat we wel echt zo in een soort zwart gat terecht zijn gekomen dan ook. Mm -hmm. um, omdat we zo die, allee, die eerste jaren zo hard hadden gewerkt en dan helemaal naar niks. Uh, zijn we ook allebei in een, in een lastige periode beland? Een ja. uh, beetje zoals in de pandemie, eigenlijk, maar dan zonder pandemie. Ja, dat, want het was allemaal een, ja, een beetje een trendsetter wordt ja. een half uur. Exact. Zo. Exact. We hebben geen pandemie nodig om geen een zak te doen, thuis. Ja. 100%. Maar dat was het echt. En, en dat was ook super raar om dan een paar maanden later dat het effectief lockdown was en dat wij zoiets hadden van: we hebben dit eigenlijk al gehad ja. op onze eigen manier. En die, die eerste lockdown uh, voelde dan heel anders voor ons en was zelfs in het begin een, een positieve ervaring eigenlijk. Ah, ja. Omdat we ineens... Uh, onze tour werd uitgesteld, maar dat gaf ergens ook wel rust. Ja. Er viel heel veel druk weg. <tie> mm -hmm. uh, en we hebben gewoon een heel creatieve periode gehad, ook beginnen, beginnen streamen op Twitch en zo, <laughs> met onze fans en zo. echte <tie> leuke dingen gedaan eigenlijk. In die ja, ik denk dat lockdown. dat voor veel mensen wel zo is geweest, dat hij in het begin zo... Precies een periode is waar je allemaal nieuwe dingen kunt uitproberen. Een mm. beetje verfrissend. Dat is wel verfrissend inderdaad met dat ja. streamen. Zo meer soort van speciaal contact met je publiek of zo. Ja. Mm -hmm. Maar dat viel ook wel snel uh, ja, ja. in te water Hoe langer het uh, bleef duren. Ja, Dat ook. was het eigenlijk vooral. Hè? Zo ja. Toen het begon, dan dacht ik ook even van, amai. De dus eerste keer in jaren dat je zo precies ineens je voet van de gaz ja, En dat je ja, denkt: exact. Oh, zo, ik moet helemaal niks. Is en dat, ik kan ja. al die dingen zien die ik al zo lang wou zien en lezen. En oh, maar gezellig. En dan ging dat en dan bleef dat duren en dan bleef ja, dat duren. Ja. En dan kwam er weer een overlegcomité waar niks over live optredens en zo gezegd werd. Ja, ja. En op de deur zat dat er zo van. Ja, maar deze is toch niet de rest van mijn leven, denk ik. Hier zo... Ik had op een bepaald moment echt gedacht dat dat gewoon eeuwig ging blijven duren. Ja. Ik zat gewoon thuis al vijf, zes maanden of zo dan. Mm -hmm. En uh, die, die hele zomer was gewoon weggevallen. En ik zat gewoon thuis en dacht: wat de fuck zijn we eigenlijk? aan het doen of zo? We kunnen geen show spelen. We mm -hmm. kunnen ook niet aan muziek werken. mochten zelfs niet in de studio gaan zitten. Ja, dan, dan ja. voelden ze als uh, je dan niet aanklikt op Netflix en Netflix zegt, hij hey, zit al gezeten. Dan <laughs> <laughs> weet dat dat niet goed is. Ja, dat is maf. Ik denk dat we daar echt zo even zijn kwijtgeraakt en zelfs vergeten waarom. En, en dat we daarom in zo'n periode waren van dat we niet meer goed wisten of we Black Wave wel zouden verder doen, mm. is omdat we echt bijna kwijt waren van waarom doen wij dit nu eigenlijk omdat Je steekt er mega veel energie in, maar uiteindelijk zijn die concerten zijn bijvoorbeeld iets waar je dan heel veel energie uithaalt ook. Ja. En waarom, waarom um, deed dat? Ja. Want hoe is het eigenlijk begonnen? Hè? Je vertelt dat, dat toen, toen, toen je aan het toeren wordt met je eerste plaat en zo, dat het allemaal mega druk was. Ja. was dat is enorm snel gegaan dan mm -hmm. ook, klaarblijkelijk. Nee, nee. Ja. Of hoe ja. is het eigenlijk begonnen en hoe had dat al rap door van, Oei, deze is iets en die is, is echt aan het gaan? Ja, direct vanaf Facebook-tijden. Ja, ik denk, we hebben elkaar eigenlijk zo uh, leren kennen. Um, hey, we zijn gewoon beginnen sturen eigenlijk op Messenger. We hadden, we hadden wat gemeenschappelijke vrienden. Op Vient een paar bekke situaties meegemaakt, maar... Ja, ja. Uh, ja, bo ja. Dat is dit dat uh, Zijn dat ja, uh, dingen die eigenlijk... je wilt vertellen? Of? <laughs> nee, ja, uh, gewoon <laughs> superkort. Ik studeerde sound engineering, uh, Willem speelde in een band... Uh, in het ritscafé moesten zij spelen, ik was een sound engineer en het is compleet misgelopen. Zeker feedback, uh, de tafel ja. werkte niet, voilà. Well, uh. Dat is een programma. Je had het verkloot eigenlijk. Ik Helemaal. Niet, op ik dat wel uh, <laughs> <Ja, ja. laughs> een beetje. Toch wel een beetje, Dat is eigenlijk de eerste keer dat we elkaar hebben gezien. Uh, mm -hmm. Maar daar hebben we niet echt gepraat, maar gewoon... Daar werden we voorgesteld aan elkaar, als uh, Jean, die dus ook wel, wel, rapper. Welke wel ik... band was dat toen? Uh, dat dat was dat toen eigenlijk een, 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 ook een live hip hop band, ah. die ik had, met... Uh, een, een gitarist die nu onze manager is geworden. Ah ja. Um, ja zijn, zijn skills bleken toch iets meer in, uh, in het. Nee, ja, dat is nog een. Ja, voilà. uh, zijn skills bleken toch iets meer um, in uh, management te liggen en iets minder uh, op gitaar. Zo zachtjes uitgedrukt dat hij sukte op gitaar eigenlijk, basically, wat ik wel wou zeggen. Ja. Uh, that being heb, ik heb ik niet gezegd? Uh, nee, 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 ik heb nee. dat gezegd, dus relax. <laughs> het liggen het lig die mijn mond niet in die van nu. Uh, hoe heet hem eigenlijk? Wessen dan al? Uh, Bert. Bert, je op gitaar. Ik werd tijd dat iemand dat eindelijk is tegen <laughs> u zei. Zo, voilà. Oh, een goede manager, Notschend. Dus hey, zo, zo, iedereen heeft zijn talenten, die moeten er ook zijn. <lacht> <lacht> het is dat. Het is dat. Uh, voilà, dat was de eerste keer dat we elkaar uh, hebben ontmoet. En dan zijn we zo wat beginnen sturen op uh, Messenger. Mm -hmm. En uh, heb ik wat beats doorgestuurd naar Jean. Ja. Met um, ja, ook een paar concepten um, waar ik mee zat. En dat was niet meteen de bedoeling om, om echt een groep te zijn. maar... Uh, vanaf dat Jean iets terugstuurde van zijn vocals, was het eigenlijk met. En ook uit onze gesprekken, gewoon werd heel snel duidelijk: van, we hebben dezelfde visie, we hebben dezelfde mm -hmm. ambitie ook. Mm -hmm. En dezelfde muziek maken Dat was eigenlijk super speciaal om dat, om dat ja. mee te maken, zo'n klik met iemand. En wat had hij geleerd eigenlijk van de band ervoor? Uh, wat ik geleerd had. Ja, omdat het, het nu wel. Wat op... allemaal je... niet moet doen. Ja, ja, uh, ja. andere gitarist, nee. Bert, <laughs> Komt nog hier een keer zeggen. Hè. <laughs> uh, nee, ik denk dat ik gewoon nog nooit zo'n um, muzikale connectie had gevoeld als met Jean. Mm -hmm. Dus dat was ook een, een super toffe band. En we werkten met verschillende rappers eigenlijk uit Gent en uit Brussel um, die, die meekwamen optreden met ons. Maar zo één op één werken en, en ook uh, echt over die concepten gaan zitten en nadenken, dat, dat was iets wat niet gebeurde bij die band uh, die ik daarvoor had. Mm. Dat was meer, we gaan gewoon spelen en we gaan een feestje bouwen en, en, en dat werkte wel. Ja. Dit ging zo net wat verder. Mm -hmm. ja. Want jij bent begonnen als uh, violist, hè? klopt dat? Dat jij eerst... viol ja. uh, viool speelde. Ja, Want, uh, ja. ja, inderdaad. Ja, ik ben op uh, mijn vijf jaar begonnen met mm -hmm. viool. Uh, klassiek ook altijd eigenlijk. Ja. Um, en dan... Rond, uh, rond mijn elf, twaalf, zo uh, beginnen. Er waren altijd heel veel muzikanten, uh, uh, muzikanten uh, instrumenten in mijn huis. Omdat mijn uh, broers, mijn zus en mijn ouders speelden ook allemaal muziek. Dus er, ja. er lag een cello en een gitaar en er was een drumstijl. Dus right. Je kon alles zo wel eens vastpakken en, en gewoon beginnen spelen. En, en zo is het eigenlijk gebeurd dat ik gewoon een gitaar uh, vastpakte en, en wel merkte: van, ah, misschien. Uh, interesseert het mij wel meer om echt songs te maken dan om gewoon andere mensen hun muziek te spelen? Wat het, wat het eigenlijk is bij klassieke muziek. Ja. En daardoor was ik echt heel snel gebeten. Van, ah, ik ken eigenlijk nog maar twee akkoorden, maar ik kan al een We nummer. Daar kan maken. ik al iets mee doen. Ja. Ja, 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 ja. Dat, dat vond ja. ik heel, heel speciaal. En jij, zo, want jij kwam dan eigenlijk wat knoeien met de geluidsapparatuur. <laughs> Komt worde het eigenlijk jij iemand die dat zelf al zo rhymes aan het schrijven was, of daarmee um, bezig was, of had jij al iets gedaan muzikaal daarvoor? Of, of? Ja, ik, ik, heb, uh, ik ben op mijn 13 of zo beginnen schrijven. Um, daarvoor nog piano gespeeld ook. Op zich wel vrij goed in. Uh, maar gewoon meegestopt, omdat ik dacht dat als ik Latijn ging studeren, dat ik moest stoppen met pianospelen. En dat ik alles niet genoeg tijd ging hebben om te studeren. Mm -hmm. En uh, heb je Latijn verder gedaan? Uh... <laughs> nee. <laughs> ja, twee, twee jaar gedaan of zo. En dan uh, echt gradueel beginnen afzakken tot een TSO of zo. Uh, ja. Um, Fantastisch. Ja, echt een uh, mega ja, goede schoolcarrière. Zin de goeie. <laughs> <laughs> goeie. Um, maar, uh, ja, me goeie. Maar ja, ik heb mijn 13 beginnen schrijven. Eigenlijk uh, puur omdat de, de grote jongens al naar hip-hop luisterde en dat mij wel fascineerde op die manier. Mm -hmm. um, en zo blijven we verder doen. Ja. In het begin sukte dat mega hard. En eigenlijk, toen dat Black Wave is begonnen, vond ik pas dat hij echt op iets begon te trekken. Dus dat was echt een perfecte timing. Je ja. uh, had net al uw gesuk achter de rug. En <laughs> dat, all right, nu beginnen de goede lyrics <laughs> yeah. te komen eigenlijk. Ja, ja dat was, um, het is wel een beetje een strijd geweest om gewoon dat te perfectioneren of zo. Want ik, ik, ik weet ik sta er wel op dat. Op vlak van accent en mm -hmm. gewoon ja, rhymes, woorden dat je gebruikt, dat dat wel op een, op een even goed niveau moet zijn, gewoon als Amerikanen. Ja. ja. Um, ja. Ik denk ook dat dat, dat dat kritische, wat je heel hard hebt tegenover jezelf, dat, dat we daarin ook zo overeenkwamen. Mm -hmm. um, ja, en dat we, we streven echt zo naar inderdaad dat beste uit onszelf halen of zo. Mm -hmm. ja. En dat is gewoon zodat we allebei dat. dat Proces zijn doorgegaan. Van ja. echt zo heel streng voor onszelf. nee, het moet beter, het moet beter. Want ja. je zegt, uh, je, je, wat jullie nog altijd doen, trouwens. Hè, dat is al een heel cool ding. Dat zag de vroeger ook niet heel vaak, want hip-hop. Waar dat vroeger vooral in uitblonk was goed zijn op plaat, maar live redelijk ja, ja. vreselijk in heel veel gevallen. <laughs> ja. Totdat je zo'n aantal bands had die, die met een live band begonnen te spelen. Mm -hmm. hè. Je ja. had er zo vroeger was dat de Goats en Booyah Tribe en zo, die daar echt mm. een band bij hadden. Ja. Mm -hmm. De Roots, hè, die ja. deden dat ook. En dan, ja, goed, dan, dat voel, dan voelde wel zo van: alright, hè, dat, dat kan ineens een live is dat dan een enorme opwaardering of zo? Ervoor? Ja. Waren dat dingen dat, dat u al direct inspireerden vroeger? Waar, waar, waar is het eigenlijk qua muziek vandaan gekomen? Want ja. jullie kwamen daar ook in overeen. Dus ja. wat, wat, voor soort, wat voor soort bands waren daar en nou, wat was dat luisteren? Ik denk um, echt zo dat, dat ding van, van mijn liveband willen spelen wat is sowieso nooit een, een vraag geweest bij ons. Is nooit een question geweest. Um, nee. um, ik, ja, ik kwam ook gewoon echt van altijd in bands te hebben gespeeld vanaf mm -hmm. mijn 13, 14. Ja. Dat was dan eerst een rockbandje en dan zo wat meer uh, lichte muziek, wat jazz-dingetjes. Mm -hmm. um, dus dat was echt wel mijn achtergrond, gewoon in een repetitieruimte zitten en met muzikanten die nummers instuderen. Um, dus dat wilde ik ook, ook heel graag doen. Um, Wat speelde jij toen gitaar? Of, of... Ja, gitaar en bas, uh, ja. meestal in, in bands. Um, ja, en eigenlijk bij Blackwave is dat dan meer geëvolueerd naar wel echt puur zanger zijn. Ja. Een, heel... een beetje een combinatie ook wel nog steeds. Ja, nu, nu komt er, er terug uh... wat, wat gitaar bij, zelfs een beetje viool bij de laatste show. Ja. Maar um, in het begin was dat wel. Dat is heel awkward uh, om ineens niet meer uw gitaar te hebben als een soort van om je eigen een scherm... houding te kunnen geven. Ja, een <laughs> soort van muur dat je toch hebt tussen u en het publiek. Ja. En onze eerste shows waren nee. zeer awkward. Allee, ik denk ja. onze onze stage, stage presence was, zo en hoe was dat er zo van... <laughs> Ja, ik deed wel ja, mijn best. Zo'n zo dichtgetrokken hoodie, zo. Dat zo. <laughs> nee. 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 ik alleen zo, die amonter nee, dat... eruit zag komen, zo van... I'm not here. Just ja. ignore me, man. Ja. ja, dat was echt wel vrij verstijfd, of zo. Ja, we ja. deden ons best om, om, om te bewegen, maar de bewegingen zelf waren ook zo wat... Ja, we durfden dat gewoon nog, nog niet ofzo. of zo, we wisten zelfs nog niet hoe we dat op onze eigen muziek moesten bewegen, of zo, ik weet niet. Ja. Um, Als je dat gewoon inzingt in de new. studio... Um, ik weet niet, ik zat daar niet bij stil dat je ineens op een podium staat en, en, en daarop ook moet bewegen, inderdaad, ja, ja. Um, heel speciaal. Maar, maar we zijn er wel. Dat is we echt, wel, een, echt uh, een proces. Nu is dat helemaal. Ja, ja, ja. Uh, maar er is, er is eigenlijk uiteraard. niks meer dan, dan dat om zelf bewust van je eigen te worden. Hè? Dat is zo ja. elke beweging die je maakt dat je denkt hoe stond ik hier. Dat heb ik nog steeds wel. Ik heb dat nu niet meer. Ja. Kun, je het, kun, kun je het volledig loslaten nu? Je ik ga kan het, ik, niet helemaal. Ik, ik dan, kan he? het volledig loslaten. Ja, Daarom ja. dat ik nu ook veel meer dans als vroeger op podium. Ja, kun um, je. Ja, ik weet niet. ja da, zo, da, dat me. merk ik wel niet. Mm -hmm. Soms zit je ook gewoon. Dat is wel schattig, ja, ja, ik zit gewoon zo precies zo. Gewoon twee. Ah dan ja, dat heb dan ik nu wel gezien. Nee, gewoon, ja, ik vind dat Jean zo uh, vaak echt zo in de muziek zit. Ja. Dat je dan merkt van dat je soms zelfs je ogen dicht doet en gewoon, echt mm -hmm. zo. Ja in, helemaal in de muziek kruipen. Ja. Dat, is wel, dat is wel een nice vibe. Op dat podium. is een cool gevoel, hè, als ja. je daar zo, zo hard in zit, dat je eigenlijk bijna kunt zeggen, het publiek is ook al niet meer relevant. Ja. Allee, die je geeft die een vibe aan hun, ja. maar je hoeft niet noodzakelijk dat ik maak contact met jullie. Nee, je nee, doet dat door meer. door uw muziek en door ja. wat ja. Dat je voelt, hè, op dat moment. Ik voel, ik voel wel persoonlijk op, op stage meer en meer zo. Mij echt thuis voel terwijl ik naar die muziek aan het luisteren ben en dat we aan het spelen zijn ofzo. Ja. Uh, terwijl vroeger was alles gewoon zo stress. <laughs> gewoon zo van elk woordje moet juist zijn. Als je een fout maakt, is het om zeep ja, en die dingen. En nu is hij niet echt meer aan uh, orde of zo. ofzo. Ja. Ja. moesten ze dat zo terug? Hoe zei dat? Moet je eigen resetten in je kop? Zo. Dat elke keer dat je iets fout toe dat je niet wilt dat roepen. Is je echt... loser! Het nee, <laughs> zou een... nog grappig zijn dat je dat doet. Het volledig losen omdat je zo één ding verkeerd doet. Ja, vroeger was ja, echt zo'n zo probleem. We beginnen op neef! Zo, <laughs> ja, zo <'n> 17 <laughs> die... keer dat eerste nummer. zo Jongen, wat is het nou? <laughs> dat, dat is dan ook wel het ding van. Er is een safety net of zo. We staan mm -hmm. met, met acht op podium. Mm -hmm. We zijn met twee frontmannen. Ja. Uh, dus het, het is zeker al op bepaalde momenten gebeurd dat iemand even zijn tekst vergeet. Mm. Maar je kijkt gewoon naar elkaar en je pikt gewoon in. En, en we zijn allebei super gefocust. Het zijn heel grappige momenten. Is dat, wat is de blik dat ga, die je, hebt, dat oh, ga je ja, een tekst ja, niet ja, meer ziet? Er, is, er, is, er is man, man. Zo, zijn er wel een paar momenten geweest dat we zo echt niet wisten wat we moesten doen. Dat ik zo naar Willem keek en zo: help mij. Ja, echt zo. Mij. Ja, Please, help mij hieruit. En hadden jij dan ook direct hier te liggen? Of dacht gij, ja maar fuck, ik weet ook niet wat dat ernaar komt? Als die gewoon zo naar elkaar zijn ontstaan. En ja. uh, dan gewoon zo begin beginnen dansen zo, en niet elkaar zo gezien en zo. Van wie komt het eerst? Uh, denk je. En zo zijn onze choreografieën ontstaan. Dat je al weer ineens zo samen wat dansjes beginnen te doen. Maar als we doen? niet weten over wat dat gaat, dan gaan we dat doen. Zodat dan Brian ook weet, zo. Ze zijn hun een tekst kwijt. Dat zou toch wel cool zijn, ja. ja. S soms is het wel dat, dat jij bijvoorbeeld zegt voor een nummer of, of voor een show, zo ja, volgen. Even, ja, ja, ja. even volgen. Ja. En dan weet ik van, oké, okay, er is iets, van je zet even, ja. even de, de niet spreken, geconcentreerd, dat of je ja. voelt je niet zo goed of zo, ja. en dan is zo even volgen, en dan weet ik van, oké, okay, in mijn hoofd ben ik eigenlijk alle teksten aan het meezeggen, ja. en vanaf dat er iets wegvalt, pik ik in. Ja, ja. Dus ja, zo, zo zijn we ja. wel op elkaar ingespeeld. Ik ja. denk dat is wel cool, dat je dat... Uh, ja. En is dat live ontstaan, of hebben jullie daar ook echt over gepraat? in is in echt de, gewoon in live ontstaan, of zo? Ja. Ja, denk het wel. Ja, um, ja ik zeker kom. bij dat ja, was... nu de laatste show die we hebben gespeeld was in de, in de Roma. Um, en, <laughs> dat en, ja, was een speciaal. <laughs> hadden de avond ervoor hadden we dat ook gespeeld in de Roma. Een goede zeggen. <laughs> dat was een speciaal. Ja, en ja. Uh, ja, dus... hey, wat, wat was dat zo speciaal? Oh. Uh, dus we hadden de dag ervoor ook gespeeld. Uh, mijn stem iets te veel gepusht. Weinig geslapen de dag, uh, tot, de, tot de volgende dag. En uh, mijn stem was gewoon weg. Echt volledig, echt, echt, echt volledig gone. Yeah. Uh, ja, Nog nooit zoiets uh, meegemaakt. Maar ja, de zaal stond gewoon vol. Het was uitverkocht. <laughs> mm. um, Jean is zelfs een uur voor de show begonnen. Het voorprogramma was al bezig. Ja, naar de apotheek geweest. Kort die gaan halen. Oh, really? ja, Kort die zone yeah. genomen. Ja, het paardenmiddel. Ja, en ja, ja. Uh, dat was wel even een ziek paniekmomentje. Want ik uh, ging even mijn viool stemmen boven on stage. En ik kwam beneden en uh, Jean was weg. En onze manager komt naar mij en zo ja Joyce vertrokken, die is naar de dokter ja dat was echt, echt zo'n moment van wat de ik ja. ja er schieten gewoon allemaal situaties in uw hoofd van die, die gaan niet terugkomen of de dokter gaat zeggen van die mag niet optreden of dit of dat ja, ja. Gelukkig, allemaal um, natuurlijk ja. gelukkig hebben we dat kunnen rechttrekken. en dat was dus zo'n moment dat ik wist van ik moet gewoon alle tekst meevolgen ja. Bijna alles gewoon bekken, eigenlijk wat, wat Jean is aan het doen. Want we kwamen op het podium en niemand wist eigenlijk hoe erg het was. Want Jean had nog niet veel gesproken in de backstage. <laughs> en de eerste wow, dat verse. Eerste, gingen... Dat eerste nummer was zo rampsamen. <laughs> en er komt man. gewoon bijna niks uit. Echt gewoon... <laughs> ja, Bijna alleen lucht. Maar dus, uh, het is super dus ja. raar, want bij dat eerste nummer uh, kwam er eigenlijk bijna niks uit mijn stem. Van volume. Ja, en uh, ook zo mega krakend en zo. Mm -hmm. En dan vanaf het tweede nummer of zo, en het derde nummer, begon dat gewoon zo gaat die wel te verbeteren. Ja, ja. Ja. Um, tot op het einde was hij eigenlijk nog wel best goed, wel vrij stil, ja, maar wel ja. allemaal oké, okay. ja, ja, ja. maar wel crazy wonder is of zo weet okay, je niet. En dat is te bedenken. Dat is een beetje nembetant ook of jammer, want dat zijn waarschijnlijk shows waar je al lang naar uitkijkt en denkt, oh ja, hoor, dat is helemaal vol. Ik vond dat merekut. En dan is eigenlijk heel een dag alleen maar stress. Ja, ja, ja. Maar dat is natuurlijk... ik, stond, ik stond op en mijn stem was gone en ik was ja. dan ook zo. Wat mega dom was. Maar zo de hele tijd aan het proberen zingen. Yeah. Waardoor ik dat eigenlijk gewoon erg en erger aan het maken was. Yeah. En dan zo. Fuck, het is niet aan het lukken. En dan zo mega hoog beginnen zingen. Dat kan niet. Mm. Uh, En dan ook zo, ja, yeah. gewoon er komen zoveel mensen kijken. Yo, people, how you doing? <laughs> Zoiets, ja. Uh, nee, ik weet niet, er komen gewoon zo mega veel mensen kijken. Die hebben al een ticket gekocht. En dan yeah. kan yeah. ik zo niet de show deliveren dat ik wil deliveren. Yeah. Daar had ik het echt super moeilijk mee. Um, maar gelukkig, allee, die cortisone en zo heeft wel geholpen. Mm. Dat is niet meest optimale, de opt ja, meest optimale we medicatie. Dat kan je niet te veel ja. doen, natuurlijk. Dat is, dat is, dat Elke dat dag vanavond. Van, nu. van ja, also, <laughs> altijd. <are you laughs> nog maar de We hebben onze naam veranderd van Black Wave naar Cortisone Dot. Ja, also, dat zijn nog wel cool zijn nee. op zich. Maar, nee, maar dat is wel. Ja, ik, ik kan me dat voorstellen, want dat is altijd de stress van een, van een zanger wel, en zeker als je als je toert. Ja. Je eens, hè? het is al niet altijd dat je op tijd gaat slapen of lang kunt slapen en dan mm -hmm. begin je wel zo'n een soort wear and tear strain, je yeah. stem te krijgen. Heb jij daar uh, trucjes voor als jij zo meerdere optredens per op um, dag? Of, of... Ik, ik, uh, ik weet niet of dat golde dat toe of niet, maar er is wel iets heel goed. Je hebt zo een, een plastic buisje of een rietje dat kun je gewoon mm -hmm. gebruiken voor te bubbelen, dus dat je dat in een fles steekt. Mm -hmm. En je doet dan toonladders, kano's. Nee, je nee, doet dat de hele tijd. Dat, dat bevochtigt je uw, uw stembanden ja. heel erg. Dus dat maakt dat ook allemaal. Um, hoe zeg je dat? Je begint minder en minder te voelen dat je zo ah, droog ja. zingen ze, Dat begint... En als je onder de douche staat en er is veel damp, dan mm -hmm. klinkt je stem altijd goed. Want ja. je hebt heel veel vocht op je stem. Dus dat is, dat is een hele goede om te doen. En ja, opwarmen. Hè. En, ja. en vooral ook allemaal van, van het hier. Ja, dat is sowieso. En twee trucken dat ze mij geleerd hebben, dat ik ongelooflijk vond qua wat dat daar voor bereik gedaan heeft. Dat is als je um, hoog zingt, uh, dan denkt de uh, laag in naar achter. En als je mm. uh, laag zingt, dan denkt de hoog. Mm -hmm. ja. Dus dat je de toon niet volgt. Dat ja. je niet. Um, I walk the line, maar dat je. I walk the line. Je denkt naar boven, yeah, maar je yeah. zingt eigenlijk naar beneden. Dan blijf je cool. eigenlijk enorm in het midden. Oh. Mm -hmm. Dan krijg je zo'n soort draagvlak voor alles wat je doet in je stem. Ja. Ja. Terwijl als je een hoge noot volgt. Ah, maar als je. Yeah. Ah, je doet die naar achter. Je zingt eigenlijk even hoog, maar je houdt u, je balans. Dat is heel ja. weird. Maar toen ze dat om mij uitlegden, dat was voor mij zo. Yeah. Maar allee, <laughs> ik kan die nood ineens, en dat is niet dat ik niet onder controle heb, waar die naartoe gaat, maar je hebt die ineens keihard vast. Mm -hmm. Dus dat waren zo'n paar dingen waar ik echt wel van voelde, dat heeft echt iets gedaan. Zo. Dus, dus, en mm -hmm. zeker opwarmen. Want ja. dat je het yeah. niet opwarmt, dat is cool. Je kunt dat een tijd volhouden, maar als je, nou een, als je, is als dat je het doen. veel moet doen, yeah. dat je begint te voelen dat dat mm -hmm. dan echt dan begint je, begin je stemmig te zeggen van... Fuck you, dude. <laughs> ja, ja, ja. Want dat is wel iets dat je moet onderhouden. Dat is kut, dat hè, want weet. je wilt ook mee feesten en zuipen op, op feestjes en denken... Ja. Ja, maar... Als zanger uh, op tour zit dat er echt niet in. <coughs> dat is boring as ja, fuck ja, ja. als je een zanger bent. Mm Hoe -hmm. dik was dat we dat zondag gedaan hebben? Hey, we gaan, gaan daar we te nog rennen? een drinken. Ja, ik kan naar het hotel. Ja, <laughs> ja, ja. Dan ga je die die boring asshole die er zo in zijn bed ligt van... Oh, mijn stem, met mijn chalet, met je fucking <laughs> thee, met gember, je al met die thee, bullshit. Ja. Is ook niks cool aan uw stem op. Oh man, 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 wat een gezeur. Je krijgt ook alle aandacht. Hè? Allee, ja, en verdiend, man. We moeten er ook tien keer meer doen. En dat ga plingel, dat gaat ge uit je gitaar tovert. Hij heeft draai noten achter elkaar gezet. Geef hem een applaus. Plus, plus als het bij jou niet hard genoeg is, dan draai je gewoon om dat ding. En dan wordt dat altijd maar luider. En dan doet hij een effe ja, dat ook. En dan begint hij een drummer harder te rammelen. Ja. Ik vond ze dat allemaal vervelend. Ja, dat is wel Vervelend ja, Dat is dat. vervelend is dan. Zeg, wat ik uh, wel super interessant ik was nog niet uitgeklapt. Nee, nee. <rijfijt> <tast> wat ik wel super interessant vind eigenlijk. is dat um, het gaat die lockdown. Dus heel veel gezegd over dat dat in het dagelijks leven. dat dat heel veel dingen heeft veranderd. Zou je dingen als allee, belangrijke dingen. maar bijvoorbeeld mensen gingen meer thuiswerken en zo. Wat ik me echt afgevraagd afgevra heb. zeker naar jongere muzikanten. en muzikanten waar het digitale heel belangrijk is bij jullie. wat is er eigenlijk uh, gebleven na de lockdown, hmm. puur op digitaal vlak, ik heb het niet alleen over de Spotify's, maar hoe dat muziek eigenlijk wordt overgebracht. Hmm, ja, ik denk dat we sowieso daar een beetje, ja, misschien buitenbeentjes in zijn, als in dat wij, dat eigenlijk, dat dat niet echt in onze aard ligt om zo heel actief te zijn op social media. Dat dat een leuke tool is om contact te hebben met onze fans. En dat vind ik wel echt oprecht leuk. Dus ui, mensen die ons berichtjes sturen, proberen we zoveel mogelijk op te antwoorden. Mm -hmm. um, en, en zo dat contact wel te hebben, dat is fijn. Maar zo echt ons, ui, ons dagelijks leven daarop blootgeven of zo, dat ligt niet echt in onze aard. En dan voelen we wel dat dat vanuit label, management, uh, mm. kant wel komt, van, nou, dat je daar eigenlijk <laughs> meer moet uh, doen. Ja, dus, waarom dat het <laughs> Content mannen! Ja. ja, maar dat is het. Dat, ja, en, en dus ja, in het begin van de, van de lockdown hadden we dat dan even gedaan. Eigenlijk waren we veel actiever. Ja, en, mega actief. Uh, en op Twitch zelfs ja, zo live. Die livestreams. Zo vier, vijf keer per week. Ja, Stream. maar dat is, uh, dat is echt gewoon niet nie gebleven. Ja. En we merken dat, we, ja, dat onze passie gewoon echt niet daar ligt en wel gewoon bij de muziek. En dat we het ook willen altijd laten vertrekken vanuit de muziek. Um, dus gewoon een post maken over wat wij doen in ons dagelijks leven. of de hele tijd stories zitten maken. Dat interesseert ons niet, maar we gaan wel posten als we in de studio zitten. of, ja. of als we iets met muziek zijn aan het doen. Um, dus ja, dat is een beetje onze, onze manier. Um, dat vinden ze niet altijd even. Even top. We zijn er niet altijd even zo. blij bij. Nee, ja. Bij welk label zitten jullie eigenlijk? Eigenlijk zijn we independent. Independent. We okay. hebben alleen maar een distributielabel. Ja, ja. Een digitaal distributielabel. Ja. ja, dus we hebben, we hebben voor deze platen een beetje zelf ons team samengesteld als, als allez, in ons vorige contract. Uh, met Sony is dat getekend eigenlijk bij een label. En, en alles zit onder de koepel van, uh, van Sony. Dus mm -hmm. promo, uh, marketing, distributie, uh, fysieke distributie, maar ook streaming. Ja. Um, uh, alles zit daarbij en nu zijn we echt gaan kijken van, oké, okay, voor al die verschillende takken, wie zijn de beste partijen daarin? Uh, en echt gaan kijken voor, oké, okay, België en Nederland uh, PR, promo. Wie zijn daar supergoed in, met wie willen we samenwerken, wie zijn ook enthousiast over ons project en dan die gaan aannemen. Maar dan voor streaming iemand anders aannemen die, die daar heel goed in zijn. Ja, ja echt uh, gewoon alles gaan handselecten en een eigen... Dreamteam bouwen. Zo. Ja, ja. Um, dat, dat was wel een ik... heel interessante manier van werken. Veel meer werk voor ons managementteam, want die moesten eigenlijk, die waren bijna labelhead gewoon voor dit album. Ja. Die, die waren alles aan het superviseren. Ja. Um, maar het heeft ons wel heel veel vrijheid gegeven en we hebben het gevoel dat met elke partij waarmee we, maar waarmee we hebben gewerkt, dat dat echt de beste waren in hun field. Ja, ja. Um, dus dat was Eigenlijk ja, een heel heel fijne ervaring. voelde ja. ook meer rewarding als het voor je album of zo. Ja. Daardoor. Mm -hmm. ja, je hebt dat ja, ook allemaal ja, veel daar. meer zelf in handen. Hè. Je mm -hmm. bepaalt het allemaal zelf. Ja. Je hebt ja. niet een label dat afkomt met allerlei hè. Je kent hè, de, de promo persoon, dat dan met tien promo ideeën afkomt. De ene <laughs> al erger ja, dan de ja. andere. Ja. Dat je denkt, uh, zo, dat is niet wat we willen doen. Dat, mm -hmm. dat weet dat, uiteindelijk zelf altijd wel het beste, denk ik. Hè. Wat, mm -hmm. dat je, ja. wat dat je wilt zijn ofzo. Ja. Ja. Het is wel een, een opmerkelijke keuze, ik had het al in de inleiding gezegd, maar jullie hebben, eh, gemerkt dat bij heel veel hiphop, eh, zeker uh, van eigen bodem, maar ook in Nederland, maar overal rondom, Frankrijk, er wordt heel veel gerapt in eigen taal. Mm -hmm, mm -hmm, en ja. jullie hebben echt bewust gekozen om dat niet te doen, was er een reden voor, is dat omdat dat jullie natuurlijker ligt, of is dat, was dat echt een keuze om, om, te denk, om internationaal te denken, of hoe mm -hmm. was dat? Voor mij ligt dat ondertussen wel natuurlijker, maar... Uh, ik denk dat dat gewoon is ontstaan uit het feit dat de, de hip-hop of de rap waar ik mee in aanraking ben gekomen als eerste is gewoon Engels geweest. Mm. En langdurig Engels geweest. En gewoon daardoor al mijn idolen zijn, gewoon Engelstalige rappers. Dus ben ik dat gewoon proberen na gaan nabootsen op zo op dat moment. In wie zijn dat er dat helemaal ziet te nabootsen in de kamer? Uh, <laughs> op dat moment was dat Easy E, eigenlijk like ah, NWA, dus yeah. Ice Cube, Dr. Dre, uh, Easy. Yeah. Um, ja, dat waren zo mijn uh, echt wel mijn idolen toen. Wat super raar, want ik was 13 jaar oud, maar <laughs> <laughs> fucked up vrij um, <laughs> ja, ja, fucked up op die leeftijd. Maar... Wow. Um, wow. Ik, ja, snap, je... ik snap wel waarom. Of en zo. en mijn, ja, ja, ja. mijn stem was ook zo heel high-pitched en Easy E was dat ook. En ik was gewoon zo. I'm, I'm Easy E. Mijn, mijn, mijn naam was ook toen uh, too Easy G toen. Too uh, Easy G. <laughs> <laughs> Dat noemt uh, Jay Walker kunnen zijn geweest. laat veel alter ego's, schat. Oh, dat yeah, ja. vond ik wel een hele goeie. Sorry, dat moest, ik, dat moest ik echt heel hard bij lachen. Jay, Jay Walker. Walker. Ik dacht: alright, cool. Ja, zo. Een mega goede naam. I had many names. Ja. Yeah. Um, yeah. Yeah. Okay. dat is gewoon een beetje daaruit ontstaan. Mm heb -hmm. jij de neiging als je als mee rapte met te platen van de mensen die je cool vond, dat je dat die hun stem ook nadeed of niet? Of probeerde jij wel direct zo het in je eigen stem te doen? Mm. Goeie vraag. Mm. Ik denk uh, dat ik wel veel stemmen nadeed, ja. waardoor dat ik nu ook wel uh, een soort van onbewust een vrij grote range heb gekregen ja. of zo. Mm -hmm. ja. Uh, wat soms ook in zijn nadeel speelt, dat ik niet per se altijd direct weet hoe dat ik mijn stem wil gebruiken. Maar um, het geeft mij wel veel opties om gewoon te doen, alleen veel verschillende dingen te proberen. Zo. Ja. 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 Dat is wel zo, want ik hoor wel wat verschillende dingen terugkomen bij u ook soms. Dat ik zo denk van, ah, hier, hier zit hem zo, hier zit hem wel in de Kendrick vibe. Hmm. Dan hangt dat er zo wat aan. Er zitten zo, ja. zo soms dingen dat je in je stem niet dat je hem imiteert hè, bedoel Ik niet, gewoon een vibe. Ja. Nee, nee, snap je hebt het van, ah ja, die pakt een beetje daar. Die mm -hmm. is een flow, of zo soms zitten. Het zitten, is niet altijd hetzelfde wat ik nee. doe. En dat, nee, is, nee. dat is wel cool om. Uh... Ah, wel, ja, ik heb me zelf een beetje afgewacht of dat cool is of niet. En ik denk eigenlijk wel dat dat nice is dat ik een uh, mm. soort van. Ja, gewoon zo'n groot arsenaal heb ofzo. Ja. Aan verschillende. Ik vind dat bij Kendrick en... bijvoorbeeld ook leuk, want die doet yeah. dat ook veel. Yeah. die wisselt heel veel af en als je dan zo. Of die grappige dingen dat je doet van is me, ha? dat je yeah. zo één dingetje er altijd achter gooit dat hem dan mm. blijft herhalen, of zo. Yeah, wat yeah. kan jij soms ook doen? Yeah. Dat vind ik wel zo van die van die, uh, van die ja, coole dingen. Dat, dat, dat is wel zo. Dat zijn andere dingen ten opzichte van zo'n klassieke hip-hop van vroeger. Mm. Ja, als je dat zo hoort evolueren. Hoe... Yeah. Want yeah. bij u hoorde wel zo die oude West Coast er wel in. Mm -hmm. ja. Ja, ze zijn niet begonnen met. Hip, hap, de hemmer, de dat er nog die tijden ervoor. Maar, maar die hadden dan wel dat ding dat die met een live band vaak mm -hmm. optrouwden of dat soort dingen deden. Ja, 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 ja. En dat zit er dan bij jullie wel weer in. Ja, voilà. Het is ja. een, een beetje een gekke hybrid van, van, van alles. Omdat. Ook wij zijn opgegroeid in een, in een tijd waar gewoon alles beschikbaar was voor ons op het internet. Mm -hmm. En ook dat onderscheid niet meer zo echt wordt gemaakt van East Coast, West Coast of ja. uit welke staten wel het allemaal komt. We hebben dat gewoon allemaal binnengekregen als één ding. En, en dat manifesteert zich nu in onze muziek ofzo. Ja. Um, terwijl misschien als je je. Allee, als je echt in Amerika woonde in die tijden dat dat veel meer opgedeeld was of zo ja waarschijnlijk um, hè ik herinner me dat die legendarische aflevering van de Source Awards je dat ooit gezien zo, dat, dat, dat de West Coast naar New York kwam ah, en ja, dat ja, was ja. zo met Chuck mm -hmm. Knight en mee, met dingen ja, was ja. dat Snoop en het je zegt You ain't got no love for us in uh, New ja. York dat mm -hmm. dat zo echt zo'n vibe was dat iedereen ja, ja. dacht dat god hier volledig mm -hmm. god, ja, ja. aan de lopen ja. Dus, uh, dus ja, ik denk dat, dit is, dit is, dat voelde nu wel veel meer dat er, dat er invloeden van overal komen. Ja. Hè? Zeker als je zo'n gast als Childish Gambino en zo. Mm -hmm. Dat is ook all over the place. Dat je ja, eigenlijk is een... niet meer ja. wit. Ja, ik herinner dat, dat me dat toen uh, Dutch Norris hier was of zo, mm -hmm. ontschijn wel twee jaar geleden. Maar ik weet dat dat toen ook, uh, dat, dat ik dat verfrissend vond, die zijn liefde, of in ieder geval, die zijn interesse voor gewoon gitaarmuziek en hmm, punk en ja. dergelijke. Terwijl dat is ook omdat wij iets sauer zijn, dat ik toen wel dacht, oh ja, dat, was, dat, dat is eerder een nieuwe trend. Of ja. Zo. ja, en dat is ook Maf met, met hip-hop nu, ka, allez, alles kan erin verwerkt worden of <laughs> zo. Hmm. Het is echt een, een playground. Um, je kunt echt elk genre pakken en daar iets mee doen en hip-hop maken. Ja, en dat maakt dat het zo interessant voor ons. We hebben ook een, een nummer op de plaat dat iets meer zo gitaar-based is. Eigenlijk voor de eerste <laughs> keer, denk ik, dat we zoiets hebben. hebben dat gemaakt. is wel, ja. Maar dat voelde ook super organisch of zo. Dat voelde niet anders dan een andere track. En, en mensen zeggen dat nu wel, van, ah die springt er zo wat uit. Voor ons niet. Dat is eigenlijk het, mm -hmm. vanuit hetzelfde gevoel of zo uh, gekomen. Voor ons was dat dan bijvoorbeeld heel erg ook een Beastie Boys-ding of zo. Ja. Dat, we, dat dat een mega grote invloed ja. was voor die track. Ja. Um, dat dat ook wel keihard sens maakte waarom daar mm -hmm. naast die andere, meer jazzy tracks staat. Ja, um, dus ja. ja dat, was, dat was, want sommige dingen waren toen echt revolutionair. Als je zag, ja, inderdaad, Beastie Boys met wat die deden met rock en hip-hop. Maar ja. ik En daarna nog met duizend en een ander genres, ja. want die gasten waren echt all over the place. Maar ik had ook zo van die dingen die toen gedaan werden, dat echt een moment was dat je voelde... Wauw, zo uh, de, uh, guru met Jazz Matthijs. Ja, dat je mm, ja, zo ja, voelt ja. van... Oh, wat, wat is hier allemaal aan het gebeuren? Mm -hmm. En dat is ook altijd mooi als je voelt dat, dat dat genre op zich toch nog altijd wel blijft evolueren. Dat je niet... Yeah. Hè, Little Nas X, die dat dan samen met... Uh, hoe heet hem nou weer? Bi Bil nee, Billy? Nee, ja, Billy... Billy... Billy Cyrus? Billy, oh, Bil Billy, Cyrus. Cyrus. Weet je, ja? Billy Ray Cyrus, yeah. ja. <laughs> met die uh, uh, Old Town Road. Well, Road, je? Road, yeah. ja, dat, je, dat, dat dat toch nog zoiets is dat mensen nog achterover van vielen en zeggen alleen kunt wie mee hip hoppen <laughs> dat moet toch al die man gedaan ja, hebben ja, je, ja. Je zo, dus je voelt wel dat er, dat er nog altijd ruimte is voor enorm veel, veel uitbreiding mm -hmm. ja, ja dat is ook wel echt iets waar we hard naar op zoek zijn nu voor um de volgende plaat, ook voor de volgende muziek. Ja, want we zijn daar zit er... al mee bezig eigenlijk. Mee ja, eigenlijk voor de voor, voor dat... de release van de tweede plaat. Ja, we zijn uh, in <laughs> maart. We waren ze al nu. <laughs> ja, dat is het ding van zo'n release dat duurt <laughs> mega lang. Dus je hebt de muziek mm -hmm. af en dan pas een half jaar of of langer later ja. uh, komt effectief die muziek uit. In die tussenperiode zitten we ook niet stil. Dus we zijn uh, dit jaar in maart terug naar LA gegaan ja. en weer heel veel muziek geschreven eigenlijk voor, uh, voor onze derde plaats. Kun je even uitleggen, want dat klinkt altijd goed als muzikant. zeggen: Ik ben naar LA geweest. Maar mm -hmm. hoe is dat voor als je echt iemand aan het luisteren is en die ja. niet met muziek bezig is? Wat is naar LA gaan mm -hmm. als twee landgenoten die daar in een gigantische stad komen? Ja. Hoe gaat dat concreet in zijn werk? Um, we zijn twee keer geweest om te schrijven, twee keer drie weken denk ik. Ja. Um, en, uh... ja dat was effectief om te schrijven dat worden ja. nog niet yeah, yeah. voor op te nemen of zo dat was gewoon om nee. daar te zijn dan te of, schrijven of te produceren schrijven opnemen gewoon produceren iets echt echt gewoon... te maken wat ja. je dan af met iemand of gaat oh. stu ja. studios ja. ja dus de eerste keer was eigenlijk um, hadden we die drie weken echt volgepland op voorhand dus echt uh, met al onze contacten via ons label via onze publisher management allemaal mensen laten contacteren mm -hmm. en gewoon zorgen dat we drie weken aan één stuk in de studio zaten, soms zelfs twee sessies per dag. Um, en we gingen echt gewoon van studio naar studio, van uh, soms slaapkamer naar slaapkamer bij producers, bij rappers, um, elke soms ook gewoon uh, instrumentalisten. Mm -hmm. uh, het geluk is dat we, zo, allee, dat ik ook producer ben en, en we allebei schrijver zijn, dus we zijn eigenlijk heel versatile. We kunnen ja. zowel mijn mijn gitarist samen zitten als mijn producer, als mijn zangeres, eigenlijk mm -hmm. alles kan. Um, ja, voilà. En echt gewoon van studio naar studio. En, uh, en je merkt hoe, hoe snel het dan gaat dat je bij één iemand in de studio zit en die, die vindt de sessie het, wel ja. tof. En dan, ah, maar mijn vriend doet dit en misschien moet je daar eens mee afspreken. En je merkte alles zo ineens heel snel. Geraakt je raakt op allemaal plekken en bij mensen dat je denkt: van... wow, die hebben hier. We zaten dan met een producer die voor Post Malone had gewerkt of Trippy Red. We zaten. Op het einde van die drie weken zaten we ineens in de studio met de drummer van Childish Gambino. die This <laughs> is America de... heeft meegeproduced. Ja, 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 ja. die... Echt zo ja. letterlijk op de laatste dag, een paar uur voordat we het vliegtuig gingen nemen. Gewoon door, door daar te zijn en door connecties te leggen. en, en, en ook gewoon mensen aan te spreken hoor. via internet of via mail. Of... En al die connecties gemaakt, de eerste keer dat je er waart, mm -hmm. maakt dat dan gemakkelijker voor de tweede keer om die nog eens te contacteren of te zeggen? Zeker, zo de, de goede goeie sessies, mm -hmm. uh, die mensen zijn we allee, terug gaan opzoeken, zijn ook gewoon vrienden geworden. Allee, we yeah. hadden zo'n zo aangename um, ervaringen. Maar de tweede keer hebben we wel beseft van misschien verliezen we te veel tijd met de hele tijd van studio naar studio te gaan. We hebben heel veel in de auto gezeten, ook een yeah. reusachtige stad. Ja. Um, ja, LA is groot. Hè. En ja. Traffic is not always great. Echt, hey, uh, ja. je zit echt, altijd minimum een uur in de auto gewoon. Ja, en, ja, ja. en afstanden worden daar ook zo heel relatief. Zo, ah, we moeten twee uur rijden aan ah, Savat. Ja. Gewoon naar een andere wijk. Ja, ja. En dan hier, als je hier twee uur rijdt, dan, dan zit je in Amsterdam. Ja, Allee, en je het is zo... en toe, of in dan. de Zie. Ja. 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 Ja, ja, ja. ja, ja. Maar als je, als je dan zo zit, dat vind ik wel fascinerend of zo, want dat klinkt ongelooflijk. Uh, we nou romantisch mm -hmm. gaan naartoe elke sessies gepland heel inspirerend waarschijnlijk ja. um, twee vraagjes hoe wat is dan meestal de vibe dat je dat je bij zo'n mensen hebt want ik neem aan dat die jullie niet altijd kennen gelijk dat mm -hmm. wij jullie kennen mm -hmm. en het is soms een seconde kantoor fuck dit wordt moeilijk uh, we hebben daar eigenlijk nog nooit last van gehad nee um... Ja, meestal begint het met mijn gesprek wel gewoon. Gewoon yeah. even ja, elkaar leren kennen. Dat leggen wij ook a... gewoon altijd als basis. Alleen ja. niet per se zo dat we dat opleggen aan die mensen, maar gewoon we beginnen daar gewoon mee te praten, een uurtje of zo. Even elkaar leren kennen gewoon. Ja, het is echt een beetje blind date vibes. <laughs> ja. Soms. Dat, zo voelt het echt. Ja. Ja. Zo speed dating. Ding! <laughs> zo, ja, dat hebben we eh, gehad, Naar maar. de volgende. Uh, <laughs> maar ja, daar begint het vaak mee. Mm -hmm. Soms, we zijn zelfs eens iets gaan eten met iemand. Gewoon dat we op de sessie en we waren zo van ja ik wel een beetje honger en laten we gewoon echt lekker gaan eten mm. en dan mega lang gebabbeld en dan creëert je eigenlijk al een super toffe band ja. omdat je allemaal muzikanten zijt heb je veel om over te praten sowieso en en iedereen dat viel mij op hoe open iedereen is het maakt eigenlijk niet uit wie je zijt dus wat jij mm. zegt van die kenden ons niet altijd en sommige waren grote producers gewoon om met heel heel grote artiesten in de studio te zitten Wie voor mensen waren uit. dat we, we waren er allemaal bij ah, wel dus uh, bijvoorbeeld van Post Malone. Ja, mm. Avedon, mm. Trippy Red. Hebben uh, met Russ ook gewerkt. En dan bijvoorbeeld die drummer uh, van Childish Gambino. Um, Zo'n dingen. En je merkt gewoon dat er geen. Daar is geen ego of zo. Dat zal bij sommige mensen misschien ook anders zijn. Maar mm. um, dus iedereen wil gewoon. Muziek maken en, en goede muziek maken mm -hmm. maakt okay. eigenlijk niet zoveel uit wie je zet. Jij produceert zelf ook, ja. dus als je dan daar terecht komt bij veel van de mensen die dingen produceren die je zelf heel cool vindt, mm -hmm. hebben daar dingen van opgestoken waar er veel dingen of manieren van werken of wat is het verschil? Wat mag het verschil tussen zo'n ...wereldproductie, en tussen iets dat je hier doet als je niet weet wat die aan het doen zijn. Ja. Heb je daar dingen uitgehaald? Um, het is echt een masterclass gewoon, want iedereen werkt op een andere manier. Mm. Bijna niemand is geschoold daarin. Ja. Iedereen heeft dat op dezelfde manier geleerd, gewoon op de computer van uw mama of uw papa... Uh, ...met het brakste muziekprogramma dat er is, en zo is iedereen begonnen. Ja. En, en dat is gewoon zo, hoe dat je dan allemaal op andere manieren uitkomt om uiteindelijk hetzelfde te bereiken, om gewoon een, een muziekproductie te maken. Maar dat is echt een, een masterclass, gewoon om te zien mm -hmm. van ah, jij gebruikt dat effect, wow, dat zou ik nooit doen. Mm -hmm. en, en je pikt de hele tijd dingen op. Ook het vlak van schrijven. Ja, um, ah, hoe, schrijf, hoe begint jij aan een verse? Uh, Begin je gewoon zomaar iets uit je hoofd random woorden op te schrijven? Of gaat je echt een concept bedenken? Of iedereen doet dat op een andere manier. Ja. Hoe doen jullie dat eigenlijk? Als gij, als gij... <laughs> <laughs> dat is ook weer een goede vraag. <laughs> ik vind dat mega moeilijk. Dat is echt altijd anders bij mij. Ja. Soms ik weet niet, kan ik precies zo de hele tekst direct alles neerpennen. en soms duurt dat dagen. Het ja. uh, is niet zo consistent uh -huh. um, de manier dat ik schrijf. Wat ik de laatste tijd wel veel doe, is gewoon proberen freestylen. en gewoon natuurlijk op dingen te proberen te komen. in plaats van zo. Heel de tijd na te denken over ja, waarover ga ik schrijven. Gewoon meer zo'n free, free riden, eigenlijk gewoon. Mm -hmm. ja. um, dat ooit gewoon aan de micro, dat je zegt: ik begin nee. te doen en ik neem het op en we nee, zin Wat, dat, dat, al wat dat geeft, of niet? Kan nee. Dat kan echt totaal niet. Ja, je hebt mensen die er goed in zijn ja. maar hoe... ja, Ook zo mensen die bijvoorbeeld ja. uh, beginnen met melodieën in te zingen en dan daarover schrijven, vind ik ook super moeilijk. Hm. Ja, dan wordt het echt zo'n puzzel die je legt. Hè. Ja. Ja. Dan zingt ja. je een melodie. En dan, op... dan zit je zo vast in die melodie en moet je daar per... alleen zo woorden op gaan vinden. Dan denk ik zo. Okay. Ja. Voelt helemaal niet natuurlijk of zo. Ja. Um, gewoon vertrekken uit, gevo uit een gevoel iets je zeker moet uh, loslaten. Dat is meestal het ding. Ja, 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 ja. Want jullie doen het eh, allebei in het Engels. Mm -hmm. Schrijven jullie allebei de teksten? Schrijven de gijzen vooral? Of schrijven, schrijven, elke, de, schrijven elke jullie je eigen lyrics elk? Ja, mm. ja dat, is eigenlijk, uh, dat hebben we altijd zo gedaan. We schrijven onze ja. eigen lyrics. Heel af en toe zal het wel eens gebeuren dat als, als er een refrein is. En en er moet nog net één woordje aangepast worden. Maar het is eigenlijk vrij, vrij separated. Ja. Wat ook leuk is, want we kunnen zo elk ons eigen ding kwijt op ja. de muziek. Over, um, over whatever dat uh, yeah. onderwerp is. Want Is dat, is dat wel zoiets? Ja, ik kan me voorstellen dat je dan een nummer maakt, dat je wel samen zit en zegt: het gaat daarover. En we gaan, mm -hmm. gaan elk. En dan gaan we waarschijnlijk... Ja, gewoon elk ons perspectief ja. daarover delen of zo. En dat is meestal vrij breed of zo. Je kunt echt over. Uh, de meeste onderwerpen gewoon echt je eigen lijn nemen en mm -hmm. dat, dat erin krijgen. Ja. Er is sowieso een hele, de hele beginperiode, denk ik, van Blackwave, waar we daar minder uh, op elkaar ingespeeld in de zin van dat we daar minder over overlegden: van ja. waar gaat de track nu eigenlijk echt over, en dat we meer, ik maak een beat, Jean stuurt iets terug van tekst, ik lees die tekst en ik maak mijn eigen interpretatie van. Het onderwerp, en daarop ga ik schrijven. Mm -hmm. Dat was eigenlijk de manier van werken en dat, dat werkte wel, maar soms kwamen we dan ook wel uit op dingen waar we nu op terugdenken: van nummers, dat we zo denken van elkaar: van ja, waarover ging dat eigenlijk? Ja, eigenlijk dus uh... <laughs> dat we, zo, ja, we waren eigenlijk gewoon maar het wilde weg aan het schrijven en nu is het ja. zoveel meer locked in. We gaan echt wel even. Iets meer conceptualiseren. Ja, veel, ja. veel conceptueel. En wat zijn dan zo'n concept. Wat zijn dingen waar je je mee bezighoudt lyrically? Want hè, muzikaal zijn jullie breed. Hè, mm -hmm. zijn er gebeurt er van alles en nog wat. Maar qua lyrics heb ik het gevoel ook wel. Dat, je, mm -hmm. dat er soms een soort good time vibe in zit. Maar mm -hmm. dan aan de andere kant het ook heel persoonlijke dingen. Eigenlijk die een I miss. Dat je ja. zo zingt over dingen hè, die. Wat je vaak als je terugdenkt en denkt: Oh man, vroeger was het toch simpeler. Of, of, of yeah, dat soort dingen. Yeah. Waar vertrek het bij jullie? Of... Ik denk, uh, sowieso de vorige plaat, nog Sleep in LA, was een heel introspectieve plaat. Um, mm -hmm. Heel veel ja, dingen die diep zaten. Een paar, uh, een paar demonen die misschien wat, wat diep zaten. <laughs> uh, daar ja, toch over, over geschreven. Mm -hmm. um, en. en op een bepaalde manier om, om dingen ook te kunnen loslaten. Ja, we moesten veel dingen kwijt. Ja. Um, en ja. ook binnen onszelf zoeken of zo. Ja, ja. Waar veel teksten wel. Um, ja, de waarvoor, voorbeelden? Hebben, of, of houdt uh, het liever heel persoonlijk? Want nee, dat, dat nee, moet hij nee. moet niet zeggen, natuurlijk. Het, het feit dat dat op die plaats staat betekent dat dat zeker naar buiten kan. Mm -hmm. um, bij mij was bijvoorbeeld mijn papa overleden uh, vorige zomer mm -hmm. in augustus. Enige deelneming. Dank u. Dat is een dikke um, kak. Ken yeah. dat. Ja, ja, dat is niet zo top. Nee. Um, Zachtjes uh, uitgedrukt, niet <laughs> zo top. top. Ja. Nee, uh, ik heb het daar echt super moeilijk mee gehad. Mm -hmm. uh, omdat uh, dat was echt zo net een fase waar ik uh, heel veel soul searching aan toen was. En het was van, uh, van plan was om naar mijn papa te gaan in die zomer. En dan was dat uiteindelijk uh, volledig, ik weet niet, gewoon doorbroken, mm -hmm. dat idee. Of uh, dat te willen doen. Hadden jullie een goede relatie of was dat, was dat moeilijk? <coughs> nee, dat is mega een slechte relatie. Oké. Okay. Um, en dat is eigenlijk, eigenlijk het probleem dat ik het ook qua fixen ofzo. En het feit dat ik die tekst heb kunnen schrijven op Good Day, heeft daar voor mij gewoon een beetje, ja, gewoon heel dat gevoel zo kunnen loslaten ofzo. Uiteraard is die emotie er nog steeds uh, rond dat gegeven, maar ja, ik weet niet. Het feit dat dat gewoon op die tekst staat, en op die plaats staat, en op, ik weet niet. Dat geeft zo... Dat doe veel gewicht van mijn hart of zo. Ja. Um, een, een vorm van closure. Is ja, dat dan een ook vorm van closure met mezelf. En bij u? Um, ja, als, bijvoorbeeld op Good Day um, ging mijn First dan meer over eigenlijk de periode net voor corona, uh, waar ik daarnet over vertelde dat we echt zo in een zwart gat waren beland na die eerste plaat. Het was even een heel, heel diepe periode voor mij, uh, persoonlijk, toch wel in een, uh, in een depressiebeland eigenlijk. Mm -hmm. um, en ja, dat was dan die eerste keer naar L.A. om te schrijven, uh, was eigenlijk de periode dat ik daar zo wat ben uit kunnen geraken. En, en Goethe is eigenlijk toen geschreven, ik denk op de tweede dag dat we daar waren. Dag, ja. mm. En dat zat gewoon mega, ik zat daar nog in, dat zat nog mega diep. Uh, en dat was het eerste gewoon wat er, wat er uitkwam. Mega um, natural ook, super snel. Alleen, dat ja, ik dat, dat, denk dat dat de snelste versie is die ik ooit heb geschreven. Dat, dat vloeide er gewoon uit. Ik denk dat daar zo wat de, de toon was gezet voor. Dat we merkten: dit is eigenlijk de richting voor dit album. Um, ja. Dat we willen uitgaan. En, en het zotte is dat dat was dat is twee jaar oh, voor. wat ik heb geschreven. Ja. Wat hij Jean heeft geschreven, eigenlijk over zijn papa. Ja. En dat is samengekomen op één track. En, en ja, dat was zo het. het Ineens kwam alles samen ofzo en daar zit twee jaar tussen die twee verses en, en het gaat eigenlijk over heel andere dingen en, en toch klopt het en het refrein brengt het gewoon samen mm -hmm. en zoals gezegd er zit altijd soundgewijs zit er iets heel positief in, de track heet Good Day, mm -hmm. dat is altijd wat mensen onthouden, wat mensen meezingen, um, maar als je iets, iets verder luistert is dat eigenlijk onze meest uh, ja, introspectieve en, en misschien zelfs donkere track dat wow. we hebben. Ja. En als je voelt hé, met de nieuwe muziek waar je nu mee bezig bent. Um, conceptueel, waar gaat het naartoe? Weet, weten jullie al waarover dat je het wilt hebben? Hoe dat je het gaat aanpakken? Is het muzikaal verschillend van de dingen die je tot hiertoe gedaan hebt? Ja, het is, het is een beetje een zoektocht. We zijn echt net begonnen met, met terug naar de demo's te gaan kijken die we allemaal hebben liggen. Een beetje te kijken van wat zijn de tracks dat er bovenuit springen. Maar ik heb geslagen een vraag, zo demo ja. bij jullie, omdat je zelf produce, je ja. dat vaak. Hoe. hoe dat is eigenlijk al heel vergevorderd kan of niet? Klopt. Yeah. Um, demos voelen niet als demos ja. <laughs> Nee. Uh, <laughs> ja, vaak zijn de ideeën heel clear mm -hmm. en weten we wat er nog moet gebeuren en zijn het vaak um, verses die nog moeten ingevuld worden. Of ah we hebben hier wel een melodie voor het refrein, maar nog geen tekst. Maar zo, de, de beats eigenlijk zijn er vaak al. Ja. Um, Zelf kwam, allee, kwam mixing en zo. Ja, we werken ook heel, ja, ja. heel close samen met onze mixer. Die was ook twee keer mee naar LA. Mm -hmm. um, dus dat is, een, dat is een super close samenwerking. Wat heel fijn is, want ik hou iets minder van die technische kant van produceren Dus het echt afmixen. Ja. Uh, en daarvoor hebben we Toby. En, mm -hmm. um, dus dat is heel fijn dat hij zo, zo dicht in het project zit. Ja. En hij heeft ook een heel goed oor voor productie en voor, uh, voor arrangementen en zo. Ik kan ook um, gewoon instrumenten spelen. Yeah, dus, uh, dat en wat is, nee, is dan aan het mixen dat je niet leuk vindt? Wat zijn de dingen? Ja, tijdrovens iets. Uh, ik vind dat persoonlijk wel leuk. Maar ik vind het leuker om muziek te maken en dat gewoon in iemand anders zijn handen los te laten. Ja. Die ook involved is in het project. Het mm. is dus wel zeker cool dat je die goed kent en dat hem dicht bij je staat. Want je kunt mm -hmm. soms zo'n eerste mix terugkrijgen van eten. Je ja. denkt, dit is helemaal niet, denk ik wel. <laughs> ja, dat, ja. dat, dat kun je maar hebben. Is... Als je echt los van elkaar staat mm -hmm. en werkt met iemand extern, waar je, waar je geen idee. Hebt. Terwijl ja Als het wel goed terugkomt, hè, wat we ook al hebben meegemaakt, dat je zo ineens iets hoort en denkt: fucking hell, ja, man, ja, ja. En dat moet nog gemasterd worden. Dat je ja, zo weet ja. van, dat is al, dat is er echt meteen die dynamiek die je, dat je wilt hebben of zo. Dat is natuurlijk ja, ja, ja. Wel, wel een cool moment. Ja, ja we zo hebben zo, echt ja. wel die kans gehad ook, dat Tobi is meegegroeid met Black Wave van in het begin. Mm -hmm. Echt, um, ja. vanaf dat wij zijn beginnen live spelen, heeft hij onze live mixing gedaan ja. en echt, ik na een jaar of twee of zo, echt al. Alle tracks in de studio. Ja, yeah. hmm. in het begin die eerste EP hebben zelf gemixt ja. en zo nog een paar van de nummers dan daarna ook zelf gemixt en dan vanaf een bepaald moment echt gewoon, ja, we, zoals Sean zegt, we willen we onze tijd daar niet meer insteken want dat is niet echt onze passie en, en hoe nice is het om dan dat uit handen te geven en, en te weten van dat is wel Tobi zijn passie. Ja. Dus die gaat daar echt nog iets, die gaat daar nog zijn passie inleggen, terwijl wij zouden dat echt met tegenzin doen. Ja. Al die EQ'ing en de frequenties gaan analyseren en zien wat eruit moet en... <laughs> dat interesseert me echt niet. Um, <laughs> en dat is zo nice om iemand te hebben die daar wel door gepassioneerd is. Want hij levelt alles nog eens omhoog. Uh, mm -hmm. Ja. Ja. Als je, je... Er zit er ook wel wat collabs bij, heb ik uh, ja. jullie zo wat horen? Kunnen kun je iets vrijgeven of je daar nog zoiets van gehouden of Van de, voor de Ja. Um... We hebben voor het eerst uh, een paar features met zangeressen. Ja. Dat Sorry, is uh, iets wat we al heel lang eigenlijk ja, graag willen. En tot nu toe zijn al onze features eigenlijk uh, mannelijk geweest. Mannelijk geweest, alweer. Dus da daar zijn we super excited over. We hebben echt een paar heel mooie tracks uh, met heel goede zangeressen. Mm. Um, ja, er gaan veel samenwerkingen op staan. Niet alleen features, maar ook um, een heel coole. Uh, Gitarist um, die een paar dingen heeft ingespeeld, Floyd Fuji heet mm hij. -hmm. Um, een heel super soulful, hij zingt ook, maar mm -hmm. super soulful gitarist. Zo so heel erg die, die Angelo, hij komt uit dezelfde stad als D'Angelo. Angelo, ah, okay. Dus heel erg zo die flavor, super okay, neo okay, soul. Super neo D'Angelo. zat ook zo die, dat was een beetje die rare Prince. Er zat zo'n Prince vibe in, maar die deed ja. zo ander dingen, Waar ja. je zo van denkt: waar, waar, waar gaat die er naartoe? Ja, ja, ja. ja. Deze... Kregen ja, dat... we ook nog die hele zotte clip dat hij net het verhaal, Does it feel? Mm, dat hij ja, zo heel de ja. tijd zo mega. Dat dat ook zo wat geparodieerd wordt door SNL, ja, ja, ja. denk ik. zo'n dik, zo dikkere gast die er dan zo in zit. Zo dat je denkt: uh, de, zo, de, nu wordt dat ineens onaangenaam. Terwijl daarvoor ja. was dat sexy. Zo, dat is, dat is wel, wel heel funny. Ja. Ja. ja, dat heeft hem blijkbaar ook nog wel uh, hard achtervolgd. Um, ja, dat is wel, ja. Heeft er, uh, ja, dat is niet makkelijk, want hij is dan ja, super hard verdikt. En, en zo heel dat ding van zijn hele imago was eigenlijk bijna zo, die videoclip heb, en uh, die, en ja, die ja. albumcovers en zijn, ja. zijn lichaam. Uh, dat, is blijk, ja, dat kan ik me ook wel voorstellen, daar dat wordt dan zo'n hele cultus rond gecreëerd. En um, die gekte van die fans die dan eigenlijk u gewoon naakt willen zien gaan op ja. een podium, ja. uh, lijkt me wel... Ja. insane. zou wel ik cool dat ook, vinden dat je je dan na dan ook zo gewoon met die enbaak zo. <tie> en dat <tie> <de> eerste <tie> reis. dat iedereen denkt. ja, maar nu moet het niet meer. <tie> die Angelo zingt gewoon uw liedjes, maar... want die heeft best wel een behoorlijk goede comebackplaat gemaakt. die was Zeker, eigenlijk ja, wel echt heel cool. want hij is heel was heel, heel lang weg geweest. dat ja. ja. je dacht: wat happened? en ineens ja, ja. komt hij terug. en dat was toch. dat ja, ik dacht: oké, jij zit nog wel echt toffe stuff aan het maken. ja, dat is echt een van mijn van mijn Favoriete artiest eigenlijk, Of ja? all-time. Favorieten, uh, toch? Ja, ja, echt wel top, uh, top drie of zo. Weet <laughs> ja. nog allemaal? Noemt er eens wat op, want hey, je het gevoelt. Er, er zit, iets. Jullie hebben ook iets old-school op een bepaalde mm. manier op sommige vlakken, maar op andere vlakken dan weer niet. Maar je ja, voelt ja, ja. wel dat, dat er zo van alles bijeenkomt. komt. Wat, wat zijn de dingen zo? Um, ja, op hip-hop vlak zou ik zeggen dat Childish Gambino eigenlijk de, de grootste Idolisch of zo dat ik ooit heb gehad. Zo echt ja. In mijn allez, zo vijf, 14, 15, 16 mm -hmm. was ik echt wel heel grote fan. Ik denk niet dat ik ooit zo'n grote fan van iets ben geweest als van Charles Cambino. Dat ja. heeft mij zeker heel hard geshaped. Ge ja. Um, ja, daar uh, Donald ik... Glover. Dat is ja. ook zo. Ik weet dat ik die clip van This is America, dat iemand aan de maat doorstuurt, heb je het al gezien? Ik zeg je wel, nee, je dus begint dat te zien en ik denk ik, ah oh, ja, en ineens schiet hij de gast tussen mijn yeah, kop en yeah, dan zegt zo, what? Ja, ja, ja. Ik <laughs> zo, shock. Van de ene seconde op de andere wordt dat zo'n totaal andere clip. Ik zo, wat dan? Ook in zijn bloedbovenlef zo. Ja, ja, zo, een ja, ja, ja. Zo, ah, yeah, yeah, maar gezellig. En dan ineens, eens. <laughs> yeah. this is America. En is zo, what? Ja, ik weet dat ik er ook wel omdat ik die eigenlijk, want ik ben wel laat mee, mee hem te kennen als ja. muzikant, want ik had die eigenlijk leren kennen dat hij Orlando Calrissian ging spelen ah, ja, ja. In, uh, in, in solo. Ja. Dus ik dacht, oh ja, en je ook iets met muziek klaar mm -hmm. blijkbaar. En dan had ik <laughs> ineens door, oh ja, dat is die een childish gang. Die kan alles, hè. is dat niet een van ja. de meest getal... Want die kan ook cahu shake. Die, kan... ja, ja. die is, is zo'n gast, volgens mij geeft hij ja, morgen ja. een uh, mm -hmm. zo soort tombola. Met metzen of zo, en dat kan hij waarschijnlijk mega goed. Ja, dat is maar... Stel even dat dat blik dat Tanno die is en groetst, dat ja, dat ja. zo <laughs> Met in donuts bakken. Ja. Uh, Manny, die hebt de beste donuts ooit. Ja, maar dat is toch niet die, normaal? Die kan alles. Ja, maar er is, is toch straf dat je gast kan, jongen. Ja, ja, ja dat is. Ja, ook zijn. zijn, Visie, uh, die zijn eigen serie, Atlanta. Ja, het, ja. Ik weet niet of dat dat, je dat ooit ja. ja. hebt ja. gezien, maar. Dat dat gezien? Is ook, ja, dat ook. Ik heb sowieso één aflevering van gezien. En ik moet ook eerlijk zeggen dat ik ook pas die link. Het zal naar schijzen. Mm -hmm. Want ja. heel. Dat heeft mij nee, ik ben ook even geduurd, dat ik ja, al de, die de, dots. Ik, ja. I didn't connect the dots, inderdaad. Ik zat ook te zien, ja, ja, dat is die nieuwe Lando Calrissian, die gast. Ja, ja, ja dat ja. is echt zo, ja, ja, ja. Ja. Ik vond het ook tof dat die zo naam kwam zo van zo'n ding, van zo'n Wu-Tang... Uh, name generator. Name, name generator <laughs> zo, that, that en dat hij zo'n childish Gambino... Ja, dat is Je, een... <laughs> je moet dan maar eens opzoeken en je eigen naam daarin... Uh, Intikken, daar komen geen coole namen uit. Nee. Hij is echt de enige persoon uh, waarbij dat dan nog zo decent <laughs> en is. En ik denk dan zelfs als jij zou krijgen, dat je misschien ook niet zou ja, pakken. Een zo, uh, childish gambit. Uh, Hoe uh, werkt dit? Maar. Gewoon een ja, ja, Dit naam. is het, dit is ja, ja, het. Ja, ja. Ik kom beginnen, hè? Gaan ga we allemaal gewoed worden. <laughs> <laughs> Klaar? <laughs> Woe me. <laughs> Woe me. Ah, ja, ja. drie. <laughs> Dang. Dark, oh, dark, breaker. dark Breaker, oei, yeah. ja, dat was, hem, dat, dat was hem toch ook niet gewist. hè? Nee. vooral ook Breaker. Dan denk dark ik, ja, breaker. ik weet niet of je mij altijd het zien dansen, maar veel Break gaat daar niet in zitten. Dan, <laughs> dan zei dat ik letterlijk iets break met van een trap te vallen. Kan ook. En Dark, I'm not really. Dus ja, dat yeah. oh, yeah. ja. ja, ja. we, we ja. wel een beetje wel, we een binnen wel, wel. Ik ben wel Dark maar in de all... head. Ja, okay. Maar ik vind ook wel, weer... man, en Andries, ga je, oké, okay, man, ik wil wel weten wie dat gaat. We, we gaan allemaal woeren, ja, ja, hè? Dat wil ik wel weten. Andries Bekers. Woo me! <laughs> Respected specialist! Dat is wel accurate. Dat is misschien niet zo slecht eigenlijk. Ja, je talk nog to the specialist. Respected. R-E-S-P-E-C-T. Jij kunt er nog iets mee doen. Hi, Dark Breaker here. Ik, ik wil. Gewoon... <laughs> <laughs> Yo! Ik, mag ik één <laughs> en keer in orde? En ja, come on, come on. Mag ik het, Willem? Heb ik permissie of niet? Ja, zeker. Alright. Yo, oh man. shit. Erratico ambassador. <laughs> ah, maar dat is kijk hoe, jongen. <laughs> You're talking to the erratic ambassador. Erratico <laughs> <But that's laughs> <laughs> yeah, ambassador. Maar <laughs> dat is toch echt eigen. Eigen om de woed hangen. Die grok dat toch bij weg. Dat is hoe je het uitspreekt. Een van de, de, de belangrijkste. Maar uh, uh, hoe is ook al Rizza en Jizza en al die unnamen. En al old dirty, all dirty, all van dirty van bastard. Because there's no farther to my style. Dat was ook zo van. Wat? Yeah. Ja, echt te goed. Ghostface yeah. killer is ook een hele goede naam. Yeah. Yep. Ja, Ray Kwan, eigenlijk. Ook. Red man, met Ray Kwan. Ja. ja, dat is echt cool. Heb je die reeks gezien? Ik heb het nog niet oh, gezien dat, moet dat, ik ook niet. dat is echt keigoed. Ik hmm. vond dat echt super goed. Ja, dat is zo ik weet niet waar het op staat. Disney Plus, denk ik. zo Wu-Tang ja. Saga heet dat. De twee twee um, seizoenen tot hiertoe. Echt mm. acteurs die dat ja, spelen. Ja. Hè. Maar ik deze nog even heb doen. voor de volledige. Doe, doe, doe. Do. Het is, uh, is Attohoen. Ja. Ah, ik schreef het Deze? Deze, hè? We hadden een gigantisch verschil. God had dat wel gegeven. Ja, ja, zo, 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 zo. Ready? We zijn dus benieuwd wat dat geworden is. Loud Dominator. Ja, pas op. Dat is Arum. toch de beste naam tot ja, ja, ja. hiertoe, al vind ik ja helemaal goed. Dark Breaker en oh. Loud ook. Dominator met hun nieuwe plaat, met een nieuwe duo, met een nieuwe plaat, zo <laughs> een lijn maken van die twee ignorant hiphop, zo, zo van die van die, van die, van die House of Pain-achtige, zo met veel like. <laughs> Get Deze look. Met like Steven Tyler. <laughs> de, dinge, de Louise zit er nog bij de manager, dus. Uh, dit is gewoon lang blijven hangen, Louis he, De he? het. we zijn eens benieuwd wat dat nog geven. Uw, to uw toerleven verandert binnen drie seconden, dat weet ik. <laughs> ja, ja. Dit is gewoon bijpakken voor de rest van uw leven, vriend. Pinky met. Pinky Sorry. In, In de beelden. Lil Pinky. Pinky. Pinky Mitt. Beats by ah. Pinky Mitt. Ander onderwerp. Loud <laughs> Dominator. <laughs> ja, toen dat, uh, toen dat dan Hakim hier was, <laughs> dan had die, hij uh, die zo programma sneakerprogramma op VTM Go zo, en dan had hij voor ons zo alle twee van die crocs van de Wu-Tang Clan bij. Oh shit. Ja, oh, en nice. die zijn zo fout en zo cool tegelijk. Ik vind ik, eigenlijk nog wel nice. Ja, ja, ja. Maar je weet dat het pijn om de ogen, maar je zou ze zo nooit <laughs> niet willen afgeven. Mm. <laughs> ja, die zijn... Uh, dat is ziet apart. Dat Wu-Tang-logo mokt wel veel goed. Dat is wel een heel cool logo ook. Super cool. Dat blijft fantastisch. Heel iconisch. Heel dat idee ook. Dat je zo Staten Island hebt, zo dat vergeten stukje New York, waar niemand vandaan kwam. En ineens zeggen die gasten: nee, dat is niet Staten Island, dat is Shaolin. En ineens wordt dat zo wah. Shaolin, shadowboxing zo so, die dingen waren ook fantastisch die samples ja, 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 van die, die films, zo, films. Die, ja, ja, ja. I'll let you try my Wu-Tang sword dat zijn allemaal goed <laughs> <erop. Ja. lacht> ja. dat is echt te goed joh. Ja, fantastisch ja, nice. ja. ja dat blijft wel een dat, dat blijven topplaten ook vind ik zeker, zeker, zeker ja. die eerste twee drie zijn toch echt wel ja. echt fantastisch als dat is zot, dat dan nog steeds zo uh, ja de de tantes tijds eigenlijk Doorstaat ze van echt zo, die klassiekers. Ja. ja, omdat dat ook klonk als niks ervoor en niks sinds ja. eigenlijk ook. Hè? Die hadden zoiets heel nee, ja, is, zo melancholisch niks. en donker ja, en, ja, 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 ja. en heel basic ook. En ja, die, ja. dat was allemaal zo heel, ja, ik, ik vond dat echt, dat hadden echt nog niet gehoord. Mm -hmm. Je hebt heel... nog steeds ook niet iemand nee. die dat zo na kan doen mm -hmm. of zo dingen had ook zo'n een gravenstijl, witte method man, method man so yeah. die is een uh, die is yeah. een flow met dat 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 klankje yeah, dat je uh, net, yeah, yeah. baby, je ziet <laughs> zo'n soort zo <laughs> yeah, dat yeah. was altijd iets niet vies, maar zo en dan met die gauw, gauw tanden en zo die yeah. die Brilliant. fangs met, met die dat was echt ja ik vond dat heel heel cool yeah. ja ja yeah, en dat is eigenlijk dat uh, is iets wat uh, wat ook in een, in een conversatie naar, naar boven kwam in LA. dat we hadden met, met Floyd Fuji, die gitarist waar ik het daarnet over had. Mm. Um, voor zo de volgende muziek zijn we echt wel op zoek naar zo, uh, iets nieuws. En, en hij zei iets heel interessants. Um, zo, dat hij wilt kijken naar de klassiekers. die hij als, als klassiekers ziet. Bijvoorbeeld voor hem was dat Stevie Wonder. Mm. Uh, en hij had zoiets van. Ik wil niet terug gaan kijken naar wat, wat deed Stevie Wonder. en dat wil ik nu ook doen. Maar eigenlijk de, de mentaliteit moet zijn. Wat zou Stevie Wonder doen als die nu mm -hmm. uh, nieuwe, jonge artiest zou zijn? Ja. En eigenlijk van, van daaruit muziek maken. En dan, uit, allee, en dan gaat je uitkomen bij zoiets als, als die klassieke, allee, die eerste albums van, van Wu Tang, is zo, ja, op, op gewoon een nieuwe sound. Ja. Als wij nu gaan terugkijken: ah, die Wu Tang-sound was zo cool, we moeten dat ook doen. Ja, dan dat dan is eigenlijk een, de foute nee. manier. Maar wat zouden die gasten doen als ze nu in deze tijd. Jong waren. En hoe verplaatsten zo wij daar... je erin dan? Want als je dat zegt, dan denk ik toch ook, oké, okay, cool. Maar wat zouden dan denken als mm. je dat denkt? Uh, ja, dat is een moeilijke, <laughs> ja. een moeilijke denkoefening. Ik denk mm -hmm. dat we Wu-Tang nu ook niet als, als voorbeeld zouden nemen. Maar, maar wat was bijvoorbeeld uh... een, een voorbeeld met jullie voor nieuwe muziek? Dat je denkt, ah ja, daar gon ik, ik eens proberen te zoeken. Iets, hoe dat... Iets mega soulful, maar dan zou toch. Um... We waren toen way I want aan het maken, denk ik, of Buzzin ja. of zo. Ja. Um... Gewoon iets heel soulful, maar dan toch wel veel abstracte elementen daarin stoken. Ja. Yeah, so. uh, dat is hoe dat zich dat vertaald heeft in die sessie toen. Ja. Yeah. En dat was super refreshing. Dat voelde zo. Ja, echt wel ongehoord, brand new. En als je ja. het over soul valt dan heb je het over wat voor soort artiesten dat je in je kop had, of waar je dan aan het luisteren was. Ik denk dat dat kwam, sowieso, vibe? Ja. dat kwam sowieso naar boven. Bijvoorbeeld met hem als gitarist, die, die neo soul-achtige ja. um, vibes die, uit die op gitaar, die engine. akkoorden. Oh, maar dan echt wel gaan, plaat, ja. gaan zoeken naar zo, oké, okay, wat zijn ook wel modernere sounds, dus misschien elektronischere drumsounds. Ook heel veel gespeeld met. met Speciale effecten eigenlijk dan op de gitaar. En, en mm. gaan omhoog pitchen en, en warpen. Dus het uiteentrekken eigenlijk van de audio. Waardoor het allemaal wat begint te glitchen. Dus wow. echt wel uh, gebruik maken van technieken die ze toen niet hadden. Dat waarschijnlijk zo iemand als Stevie Wonder ook zou inspireren. Um, of of <kwijden> ja, mensen die echt muziek vooruit hebben gepusht. Uh, ja, zo, zo de technieken gebruiken die je gewoon die je nog nooit gewoon genre genrebending genre stuff ja. Dus dat, dat is iets waar we nu wel naar op zoek zijn in, in de volgende muziek. Ja. Ja. Dus dat je, ja, dat is, dat is, ik vind dat altijd heel cool als je zo het gevoel hebt dat je een nieuwe vinger kunt plaatsen op een waar dat dat vandaan komt, Met mm -hmm. die mensen, maar dat je denkt. Oké, okay, zo, ja. this, this. Uh, Childish Gambino heeft ook zo één plaat, weet je nu weer? Die zit met Awake, darling of nee, hoe heet die? Awaken my love. Ja. Awaken ja. my love, Maar Want daar zit zo van die hele crazy, funkedelic-achtige ja, hey, ja. stuff in. Zo, ja, ja, waar ja, waar ja. je echt van denkt: wat? Wat zit er ik hier aan doen? Kwam ook echt uit het niks, hè, want ja. zijn plaat daarvoor was eigenlijk allee, veel uh, meer in, in wat nu relevant is of zo, qua sounds van hip-hop. Mm -hmm. En ineens dropt hij gewoon zoiets. Dat was uh, dat is echt een zieke plaat. Ja. Super, super inspirerend, gewoon. Ook dat om... mega raar, want dat, heeft, dat is zo in het begin zo niet zo goed ontvangen geweest. Dat is zo echt ja? slechte. Dat was bijna ideas. zo een shock: van, wow, wat is deze ineens of zo? Hetzelfde met dingen. Hè? Paul's boutique van uh, ja. Beastie Boys, die tweede plaat. Dacht iedereen: hè? Dat is niet Een Fight for your ja. right to party. en ja. Dat blijkt dan eigenlijk nog tien keer invloedrijker geweest. Dus in de jaren daarna, voor ja. wat die allemaal door elkaar gesmeten ja. hebben toen op die nee. plaat. Ja, ik. ik, uh, ja, ik uh, ik, ik moest ook wel hakken. <laughs> Kanye, daar is het ook niet zo heel goed mee aan het gaan, he, <laughs> heb ik indruk. Ah, ja, ja, ja. En de indruk. De en Dave Chappelle zijn SNL-monologue hoort daarover. Hmm. Fantastisch, man. Dan komt hij zo op en ineens zo'n papiertje. En zegt hem: Voordat ik hier dan begin, I'm going to read a brief statement. Dan zegt hij: I denounce antisemitism in all its forms. and I stand by my friends in the Jewish community. Dan zegt hij: Man, that Kanye is how you buy yourself some time. Dus <laughs> is de eerste zin dat hij zegt, en dat is ook zo. En hij zegt: hem, ja, hè, Wat was er nou mis met Kanye? Want die was op zo'n morning podcast. En dan was je K-cool. En dan was dat echt allemaal grappig. Ja. Ja, want dan zegt hij ook zo: eh, billionaires don't wear chains. Eh? Alleen miljonairs dragen dat. Billionaires don't. Eh? Mm -hmm. dus, en, en Dave Chappelle heeft zo een <laughs> ketting rond zijn nek en je zegt: oh, eh, die stikt hij zo weg. En dan zegt hij: maar de volgende morgen komt hij ineens. Eh, de volgende keer dat hij terug op die podcast is, hij is hij ja razend kwaad. Begint hij zo over: over, eh, I can say any anti-Semitic thing I want, and Adidas will never cancel me. En dan zo: Adidas cancelled him. Immediately. <laughs> <laughs> he lost $1.3 billion in one day. And, so, and Adidas was founded by the Nazis. And even they were offended by his anti-Semitism. I think the student has surpassed the teacher. That's toch <laughs> yeah. And then 1,3 miljard is die op één dag. Uh. Dan zeg je dat, get your chain back out, man. <laughs> <Zo> terug, <forgetting. laughs> so, welcome back. <laughs> dat is zo goed, jongen. Hoe goed is je? want veel mensen zijn fan, hè. dat is mm -hmm. een open deur en, en dat is heel duidelijk zijn invloed. Ja. Maar als je, gelukkig, echt specifiek met productie bezig zijn mm -hmm. en breed genomen hetzelfde genre, breed genomen. Ja. Wat is eigenlijk het geniale om de Kanye-platen puur, 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 puur technisch was uh, ja. Want het is eigenlijk een, dat is het, het, de visie, het genie ervan, ja. muzikaal, los van zijn endeavors erbuiten, ja, ja. Mm -hmm. dat is... Ik mm -hmm. denk um, dat hij zo een goed voorbeeld is van elke keer eigenlijk met een sound te komen die super vernieuwend was en dan ook vaak even slecht onthaald werd om pas daarna eigenlijk te beseffen van wow, deze heeft, Hoeveel, de, heeft de cultuur wel. weer oh. veranderd, zoiets als and um, Heartbreak. Yeah. Dus My Beautiful Darkness in uh, Fantasy. Ja, dat dus gewoon uh, de nieuwe sounds en niet bang zijn om, om gewoon iets helemaal anders te doen dan de rest. Um, en het ook heel goed te doen. Mm. Mm. Um, dus ja, en, en dat vind ik ook super inspirerend. Dat, uh, hij heeft niet veel platen die... Het, allez, zijn eerste twee platen zijn zowel wat in dezelfde uh, sfeer, maar geen enkele plaat klinkt hetzelfde qua productie. En, en hij is altijd... Het, het is niet altijd even goed gelukt, maar hij probeert wel altijd gewoon head of the curb te zijn of zo. Mm. En dat, dat vind ik wel heel Wat Was het, het laatste dat hij eigenlijk gedaan? Hè? Ik heb er al uh, Danda. 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 Ja, Danda. Hè. Ja. Dat was een beetje. Is dat goed? Is dat ja. cool? Dat heb, ik, dat heb ik niet. Ik heb dat ook niet 100 De, de laatste ken... die ik gehoord heb was die Jezus-plaat. Dat, oh, dat, ja. dat is ook ja. al even gelezen. Ja, dat is 13 dus, ja, ja. of ja. Even is al zo. Even dingen. Nee, niet, niet Jezus, maar die plaat waar dat hem zo, zo heel gospel. Ah, ja, 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 ja. uh, I am? Nee, niet I am. Maar ook inderdaad iets met... Fuck. Maar ik zoek nee, daar nee, wel langs. Want je hebt ook die J-plaat, die vond ik ook heel cool. Waar dat hem dan zo. I hate being bipolar, it's awesome. Dat dat daarop staat. Maar die is die erna zo inderdaad zo'n blauwe plaat. Jesus, Jesus, Jesus is King. Ja, ja. Dat, is dat is de laatste dat ik heb gehoord van hem eigenlijk. Maar even close. Toch ook al even geleden dan klaarblijkelijk. Even ja. over die Endonda, dat was wel ja. iets dat me, dat me wel fascineerde, maar het was eigenlijk meer omdat ik het ook niet echt helemaal. Ah, ik kan dat wel op zoeken, maar ik denk dat het toffer is. Uh, er was ook zo die player. Die, ja, stemplayer. Player. Stem dat is Donat 2. Donat 2. Ja. Dat is zoiets waarvan ik. Ik weet dat ik er straks zoiets vroeg van ja. Zijn dat dingen. Het, het lockdown dan toch op een of andere manier. Mm. bepaalde uh, dingen veroorzaakt. Of, maar dat is iets heel raar hè, een stemplayer. Yeah. Als je dat even schrijft, uitleggen. Wat, wat is dat? Dus, uh, ja, ah, okay. um, uh, ja, Ja, dus eigenlijk basically. Uh, splitte de muziek in uh, zijn verschillende onderdelen. Dus je hebt dan uh, de vocals apart, mm -hmm. de drums apart, uh, de bas apart en de harmonie, instrumenten, dus piano. Dat zijn zo. de stems dan eigenlijk? De stems. Ik denk dat het in vier delen wordt gesplitst. En dat je eigenlijk een soort slider hebt, een volumeslider, en dat je. Al die aparte delen zelf kunt mixen. Dus dat je alleen naar de vocals kunt luisteren. Ah, ja. Of enkel de vocals right. en de drums. Okay. Wat wel een heel, heel unieke. Dat is iets wat, wat in de studio. Wat je de hele tijd zet aan doen, eigenlijk. Mm -hmm. hè. Alles even apart beluisteren. Om te kijken van hoe zit dat in de mix. Wat ik een heel leuk proces vind. Om eens ah, enkel de trompetten aan te zetten. En oh, ja, ja. hoe nice het klinkt eigenlijk. Maar mensen thuis hebben nooit die ervaring. Horen dus, altijd dat altijd alles tegen. Want dat is eigenlijk dat, 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 die player. Die, dus eigenlijk wordt hij een beetje aangeboden voor, voor muziekfans, eigenlijk. Ja, um... ja. het enige oh. probleem is wel dat hij natuurlijk ook gewoon zijn album exclusief daarop ja. uh, release. Mm -hmm. Want het geeft u eigenlijk een mogelijkheid om bijvoorbeeld in een blackwave plaat. Mm -hmm. Dat komt om die vorm mm -hmm. uit. Ik vind dat kei goed, maar ik heb eigenlijk zin om. 3 en 5, of, of ik heb zin om, 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 om dat weg te pakken of niet mee te hmm. doen. Dus eigenlijk ja. geef je een deel geef je eigenlijk de puzzelstukken. Ja. En de mensen kunnen ermee doen wat ze willen. Is dat niet... Maar kunnen je dat binnen het nummer doen, of kun je ook yeah. met nummers onderling beginnen ja, klooien? Dat, dat vraag ik nummer, mij ook af. Dat je zo ja. de vocals van één nummer op een beat van een oh. ander nummer kunt zetten. Dat je cool kunt doen. zeggen dat je bijna uw eigen plaat maakt. Ja. Daar, er zijn, volgens mij zit er nog mega veel potentieel ook in dat concept. Super Vind je dat een cool concept eigenlijk? Omdat je, je hebt een plaat gemaakt, je, je zet er controlefriekerig over. Ja. Daar, daar mm -hmm. ga ik een beetje van uit. Ja, ja. ja. Dat is altijd als passie. En dan geven we dat af. Is dat... Um, Hoe ruimte ja, dat? Mensen kunnen natuurlijk inderdaad wel een eigen ervaring ervan gaan creëren, dat altijd... Het blijft beperkt. Hè? Het, mm -hmm. de, het, de stems zijn wel afgemixt. Dat je hebt zuik. maar vier opties eigenlijk. Allee, hij weet ook van alles klinkt apart ook gewoon mega vet en dat maakt eigenlijk niet uit hoe gemixed en matched dat gaat gewoon altijd, altijd heel cool zijn. Ja, ja. Dus uh, het is vrij safe denk ik. Ze um... ja. so wel splits any song into stems. Ah, ja ja oké. Okay. Het is wel ja ik vind ik vind dat wel interessant omdat ik wat ik ook altijd heel cool vind is als je zo'n je hebt bijvoorbeeld ook dat, dat nummer van Beastie Boys Body Moving. En daar mm. is dan zo'n Fatboy Slim remix van. Dat moet ook een cool moment zijn. Als je zo met een gast kunt samenwerken die je echt tof vindt. En je zegt ook oh, gewoon, je ziet toen met je nummer. En dat komt terug en je denkt, dat wordt de single, hè, mannen. Alleen al ja. ja, dat, 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 dat dat ineens een dansnummer wordt. Hè, dat er zoiets mm. aan zit dat je denkt, shit. Ja, 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 dat had ja. ik zelf niet in mijn eigen nummer gehoord. En iemand yeah. hoort dat en doet dat ermee. Mm -hmm. Kan ik ook wel heel cool vinden. Ja, zijn, er, zijn er zo mensen waar je zo'n droom mee zou hebben, zo, van producers tot artiesten, dat je zegt. Oh, als ik echt kan hebben wat ik wil, dan zou ik die niet op ons plaat willen of die niets laten doen met onze muziek? Um, ja, ik denk dat er zeker. Uh, dingen zijn. Is, zeker uh, een als, als ik zo denk aan, aan wat jij beschrijft, zo echt een, een remix maken of zo, dan is sowieso, denk ik, Keith wel een van de. Top producers op dit moment. Ja, um, zo wat, echt... deed, wat deed je zoal gedaan? Want uh, uh, je moet maakt... opa af en toe inlichten over <laughs> nieuwe dingen. Uh, maakt eigenlijk vooral vooral <laughs> allee, maakt veel remixes sowieso, maar, maar maakt ook echt zijn eigen platen. Mm -hmm. Is een super dansbare. Um, heeft heel veel disco invloeden maar ook eigenlijk heel veel hip-hop invloed. Het is ja. echt wel op, op tempo, uh, disco tempo, dance -tempo. Dance -tempo. Ja. Maar qua, qua ritmiek zit er ook heel veel hip hop invloeden in, heel duidelijk. Ja. Ja, um, yeah, uh, super jazzy, super, super soulful. Maar voor mij, qua, qua dansmuziek, op deze moment wel uh, voor mij een van, een van de top producers. Ja, mm. yeah. um, yeah, qua artiesten, qua vocalisten, dat is uh, nog iets zijn, anders. Er zijn er zo eindeloos veel. Um, maar ergens weet ik nog niet of ik dat nu al zou willen, omdat mm -hmm. ik nog niet voel dat ik zo op, een, op dat niveau zit of zo. Allee, gewoon mm. voor mezelf, I think I can like. Okay. Maar als je zo yeah. aan het werken bent, als, als je zegt: Oké, okay, ik ben aan het werken naar. Door wie je zit het aan het werken? Dan mm. kan ik hem vragen. <laughs> mm, Tyler is iemand die ik heel graag met zou samenwerken: Tyler the Creator. Ja. Um, gewoon zijn creatieve visie, de manier dat hij uh, ja, zichzelf gewoon naar buiten projecteert en zo. Eigenlijk precies heel careless is, maar eigenlijk toch super um, in-depth is met alles wat hij doet. Uh, is iets dat mij heel erg inspireert. En uh, ja. denk ik dat een hele coole studio sessie zou worden. Ja. Ja, want, uh, is dat onmogelijk? Sorry dat ik ontbreek. Is, is, is dat onmogelijk? Om met Tyler in de studio te zitten? Of oh, is, dat, is dat een money-ding? Denk, ik denk, denk op zich dat dat wel nog zou moeten lukken. Uh, op dit moment misschien nog niet, maar dat kan er zeker wel in zitten. Mm -hmm. de Gaat uh, dat kunnen loslaten dan? Want er is iets in mij. We kennen elkaar hmm. nog niet zo lang, maar we hebben ook platen gemaakt en dan ook niet uit wat u genre is. Je hebt altijd zoiets wauw, 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 totdat die persoon één ding doet dat jij niet voelt. En dan hè, dat is je yeah. zo'n geschiedenis dat je ja, denkt, tuurlijk, tuurlijk. denkt uh, ik voel het niet. Ja. Mm. Dat kan zeker. Zou je er schrik voor hebben? Dat dan wat hij doet op onze track niet goed is. <lacht> <lacht> stel dat voor. <laughs> ja dat kan, Heel mijn leven dat kan, dat kan, toe kan altijd. Tyler begon moeten schrappen, vriend. <laughs> of nog erger, dat je zo, dat je zo terug, terug in Antwerpen komt, zo vol. En dat je zo moet wachten totdat de eerste van de twee zegt. Uh, en dan gaat dat eigenlijk ook. Dat dat, ja. dat, dat zo de, de olifant in de kamer is. Zo. Ja. Dat was eigenlijk Dank iemand niet goed. <lacht> ja. <lacht> ja. Nee, nee, wie? Dat we dat al twee direct zouden zeggen <laughs> Ja, um, ja, dat kan. Dat he. kan gewoon, ja, inderdaad. Maakt maar, op zich ook niet zoveel uit. We hebben gewoon met die dude in de studio gezeten. Ik denk wel. over het algemeen dat we wel gefocust zijn op onszelf. En dat we ook niet per se onze carrière willen laten afhangen van dan een, een feature grote feature of een... geen grote feature. Ja, 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 ja. Wij gaan ons eigen ding doen en, en uh, daar zijn we niet te hard op gefocust of zo. Dat is wel iets leuk om eens over na te denken. Maar, maar is, dat, uh, is dat ook niet een beetje jullie? Want dat hey, is zo. So, um... Je hebt bands, hoe ik muziek altijd zie, je hebt, je hebt, je hebt bands die, die aanwezig zijn. Mm -hmm. En dan heb je bands met feiten en stats. En geld is een heel heel een statsband, vind ik. Zo, nummer 1, mm -hmm. sold out, uh, platenverkoop. Ja. Uh, dat, dat, is, dat is een goed rapport, hè. Ja, mm -hmm. En ik bedoel, mm -hmm. ik, zit, ik zit ook in een mij dat dat zeker <laughs> niet erg vindt. Maar, <laughs> maar, maar je zou kunnen Continue. zeggen, je zou kunnen zeggen <laughs> dat. dat en dat bedoel ik echt lief, hè? dat de perceptie van wat jullie zijn, dat die je niet overeenkomt met, met de, de stad. Of zing ik uh, naar, naar vervelende... Nee, dat, dat gevoel dat we, hebben we soms zelf ook. En dat, en dat ja. heeft misschien iets te maken met wat ik eerder zei over onze social media presence of zo. Ja. We zijn ook een duo, dat is sowieso al iets minder makkelijk te marketen. En um, ik denk dat dat ook wel iets... Ja, dat een solo-artiest... dat, dat dat is makkelijker omdat het gewoon één karakter dat is heel duidelijk of zo. Ja. Mm -hmm. Ik denk aan, aan, aan iemand als Swangeri of zo of Coeli ja, ja. dat zijn echt zo figuren en dat worden iconen of zo. Ja. En twee is, het is moeilijker om een iconisch duo te zijn. Ja, um... jij ja, hebt daar wel, maar dat is inderdaad. inderdaad he, ja, dat... Ik denk dat ook wel wellicht, dat je zegt van, uh, mm -hmm. ja, die muziek primeert mm -hmm. en de content niet gaan maken voor the sake of content ja. ofzo dus ik pak dat zeker niet als iets uh, nee, nee. als iets maar het valt me gewoon op omdat uiteraard kennen wij Blackwave maar als je natuurlijk hier zit dan dan doet een beetje doet een andere research en dat was ja. iets al zo fuck hey, ik bedoel wij weten hey, wij we hebben ook een band gehad wij zijn we hebben een nummer 3 gehad in de Ultra -tool. dat mm -hmm. was onze onze... onze claim to fame, fame. Nee. maar dan weet je, ik bedoel, je zit vier op de nummer 3, omdat ja. dat mega cool is, maar dat je weet, maar als je een nummer 3, als, als je een nummer drie hebt, wat is cool aan een nummer 3 hebben, is dat je ook eigenlijk in een bevoorrechte positie zit om te weten wat een nummer 1 is. Mm -hmm. En als je die dan, als daarom dat je ook weet van, ja, dat is wel in iets ons was dat anders. Net zoals Michael Jackson toen je dat nog ja die net oh. toen een plaatte dat was zo'n... een en ja, ja. die één plaat ja dat was ik, zo iets. Escape of zoiets. ja dat, ja. Dat, dat was dat en dat was toen het en ik dacht ja ik ga echt naar moet verleden ja, ja. ja. dat is dat oké okay. ja, de, ja, de, ja, okay, de, de meest okay, meest verkochte artiest ja ja Michael Jackson. Ja, maar, maar dan hebben we nog van een andere verloren ook maar ik weet niet meer wie. <laughs> ja nummer één het Michael Jackson het is niet zo belangrijk met zijn twee platen de Michael Jackson alleen dat was <laughs> 1, dat ding dat we toen een dag drie waren en een vijf week maar die een ene met drie was Foo Fighters dat ah, is later. Wat ook weer zo van die fuckers. dingen zijn dat je denkt. Ja, of course. Oh, ja, 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 ja. Ja. Maar dat heb ik allemaal. Ja, ja. ik guess dat we een beetje geluk hebben gehad met wat er nog. Ik weet niet wat er op 2 stond. Je hebt nooit geluk als je een 1 nee nee, nee, nee. Had nooit geluk als je een 1 hebt. Dat mogen we nooit niet zeggen. nee 1 is geen chance. Dat heb je verdient. Die, right. die krijg je gewoon. Dat is, want die krijg je niet. Dat is juist het ja, ding. Ja, ja, ja. Als je hem niet verdient, dan, dan heb je een 3. En dan zeg je, dat, dat was een goeie, just maar dan deze hier, dat is ja. een 1. Ja. Dat is een sold-out show. Ja. Ja. Een sold-out show is niet een mening. Hè. Dat is een nee. fat. Anders staat ja. het. Het goed vol. Ja. Uh, True. Yeah. Ja, het is, uh, ik, ik vind het persoonlijk momenteel niet zo heel erg uh, dat dit de situatie is waarin we zitten. Dat, gewoon, dat wij weten dat het goed gaat, dat het factually goed gaat. Mm -hmm. Maar dat al, al die andere dingen, dat is ook niet per se nodig voor ons. Uh, de, ja, ik denk, uh, het valt bijvoorbeeld heel goed mee uh, herkenbaarheid. Op straat of zo. Ja. En dat, dat vind ik wel chill, persoonlijk. Ja. Dat gebeurt wel eens, maar dat is zo. Ik weet niet, man. De laatste tijd gebeurt dat wel nog vrij vaak. Ja, um, begint het meer te krijgen. Ja. Yeah. Right. Misschien omdat ik iets minder aan het veranderen van, van haarstijl de hele tijd en zo. <lacht> <lacht> uh, zal wel zijn rol spelen, denk ik. <laughs> yeah. Maar. Um, Even datzelfde haar houden. <laughs> ja. we weten wie dat is. Yeah, yeah. nee, vro Vroeger was dat echt wel een ding. Dat we yeah, zo yeah. om de twee maanden, drie maanden gewoon zo'n andere haarstijl hebben. We hebben echt al alles uh, gehad. Ja. Andere look gewoon. Yeah. Het uh... zorgt wel voor de onherkenbaarheid. Ja, ja. <laughs> en wat staat er nog op, uh, op, het, op het programma? Zit er een grote tour aan te komen? Zitten er, zit er grote shows aan dus te komen? Op dit moment uh, echt een vraagstuk. Eigenlijk. Mm -hmm. um, we zijn heel hard op zoek eigenlijk om een, een internationale tour te doen. Want dat is eigenlijk op dit moment grotendeels wat we echt nodig hebben om zo internationaal door te breken. Mm -hmm. um, of dat we dat op, ja, op ons eigen gaan doen. Uh, en zelf shows gaan spelen in het buitenland of kunnen meetouren met iemand? Dat is ja. Op dit moment een beetje de vraag. Maar ja. Uh... Ja, we zijn even echt de koppen bij aan het steken uh, met al onze partners. En uh, gewoon, ja wat zijn de volgende stappen? Er werd gesproken over. Uh, vandaag nog op een meeting deze ochtend over uh, richting Frankrijk, toch een beetje ja. beginnen kijken. Van of we daar. Uh, daar zouden we een boeker moeten hebben. Hebben we ja. tot nu toe nog niet. Ehm, ja. um, is kijken van. Uh, kunnen we misschien niet een feature doen met een, met een Franstalige artiest. Wat ja. een je ja, die ja. markt kan openbreken. Op ja. Dat hmm. zijn dingen waar we, waar we nu over nadenken. Een eigen show in Parijs of, of misschien een support in Parijs. zo'n dingen. Als je iets dus, zou, zou willen supporten, wat wij zouden willen doen? Wat is iets ideaal voor jullie om mee, mee ja. op tour te gaan? Dat je uh, denkt, Dingen we waar we. De dingen die zijn gepasseerd. We hebben, uh, we hebben onszelf uh, naar voren geschoven bij. Stromaai zijn team. Ah, dat zou nice. volgens mij de, de ja. ideale. Ja, het uh, zou heel cool zijn. Maar ja, ja mm -hmm. geen antwoord. Uh, dus <laughs> we'll see, Stromae, we'll ik weet niet of je geluisterd, maar eh, dan hoe het hier ook is. Godverdomme, Het zou een goede combinatie zijn, denk ik. Denk het wel. Trouwens, ook nog iets, eh, want dat, dat, we zouden het bijna begot bij nog vergeten, met We nummer 1 in de Ultra 200. Maar Stromae trouwens ook. En jullie zijn ook te horen op de uh, soundtrack van FIFA 23. Ja. Yeah. Yeah. Ja, dat was uh, een, een gek, een gekke. Ja, ja. Echt, uh, dat had ik nooit gedacht. Echt uit het niks ook gewoon... <coughs> Opeens ja. was dat gewoon ja, een ding. De, 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 de was, ja, hoe dat hoe is... kwam dat? Waar, uh, hoe zijn daar daarbij gekomen? Hoe is dat gebeurd? Dat is, uh, dat is met nummer één oké, -OK, zeker? Ja, dat, dat, staat, hè? Dat, ja. dat is ja. grappig. We wat, wat mm hadden -hmm. het er daar net nog over. Van, dat is echt het meest saaie verhaal ooit. En, en dat is altijd de vraag die en komt. daar zitten we altijd op te wachten bij ons in de podcast. Ben je een goeie saaie ja, 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 verhaal? Dus... Die vraag gaat sowieso komen. Ja, van als hoe je naar het je mensen naar aan het lusteren zijn. Het naaste moment. Hè? Nee, ja, basically, je stuurt gewoon je nummer in. Ja. En zoveel maanden later krijg je terug. Van... Allee, we wisten van, we staan nu op de longlist. Ah, oké. Okay. Dus, ja, dus, dus dat nou is het enige wat hebben we hebben hoe komen ze erbij? Is dat uw publisher, dat ze daarmee bezig houden, uh, Ja, dat publisher dan en ja. onze distributor ook. Ja. Ja, langs twee kanten eigenlijk. Ja. Uh, en we hadden dan bericht teruggekregen van: ah, stuur, we moesten een versie maken zonder scheldwoorden. Clean version, hè. Dus we wisten okay. al van: oké, okay, er is wel iets, ze zijn geïnteresseerd. Ja. Maar voor de rest wisten we niks. En dan, en dan uh, ja, is het eigenlijk stilgebleven. Dus we, we hebben dat gemaakt, uh, doorgestuurd, de instrumental doorgestuurd. Uh, dat was allemaal in de lente, begin van de lente denk ik. Ja. En dan niks gehoord tot het eigenlijk was geleaked. Ik denk in uh, augustus. Of... Eind augustus of zo, ja. Mm -hmm. Rond onze albumrelease was het eigenlijk online geleaked, wat de soundtrack ging zijn. En dat was voor ons ook de eerste keer dat we wisten, dan had IA ons gestuurd van ja, de leak klopt inderdaad. Ja. En uh, jullie staan erop. Jee. Maar we dus, mochten uh, er niks EA over zeggen. Mochten niks on... zeggen Maar Kom, iedereen wist het al. Hoe was het, ja. hoe was het Melo? Hoe, wat, 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 wat dacht je dan, wat heb je gezegd? Hoe voelde dat? Ik weet niet, ik vind dat mega ziek. Dat is zo'n kinderdroom dat ik niet besefte dat dat een kinderdroom was. Ik speel al zo lang FIFA. En... Ja, je speelt het ook echt zelf. ja ja, ja, ja. ja, ja, ja. Uh, behoorlijk veel <laughs> en, um, nu zeker ja nee dat is echt al ziek um, ook E.O.K. is zo een van de enigste nummers die als instrumental uh, wordt gebruikt tijdens half -times, of als het fulltime is mm. dus dat um, is ook gewoon letterlijk, in de game bedoel je? in de game yeah, ja als mm. je dus op 45 minuten land um, speelt E.O.K. als instrumental als een van de vier nummers of zo uh, dus yes. dat, ja, ja, het passeert wel. Uh, passeert vaak. meer dan andere nummers. Gewoon, en en levert dat iets op? Voelde dat direct? Dat je zo internationaal ineens veel meer aandacht krijgt. Of dat je veel meer mensen hebt die naar je naar Spotify komen of zo. Is daar, ja, zat daar echt direct iets tegenover? Dat heeft in general wel zeker uh, een boost gehad, vooral bij EOK zelf. Ja. Mm -hmm. um, in the bigger picture nog niet per se. We hebben wel al gemerkt. Allee, de streams van EOK zijn verdriedubbeld. Ja. Ja. Dus dat um, is zeker wel cool. Dat is ook weer uh, 20 euro dat ze niet meer afpakken dan. En oh, dan is een, <laughs> een descerker gewoon pakken in de McDonald's. Dan kan al de McFlurry. <laughs> <by>. <laughs> Crazy. Zonder M&M's wel. <laughs> <laughs> dat is ook sorry, 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 Spotify. Sorry, Spotify. <laughs> <laughs> ja, dat is ook wel een, een grappige misconceptie, ofzo. Dat mensen nu wel echt zo zijn van ah, nu zijn jullie toch echt fucking rijk. Yeah. Ja, uh, sure. iedereen ja dat is ja. altijd uh, een beetje Dat hij geen chains meer om zijn biljonair. Ja ja. <laughs> ja 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 kom op tuck your chain in man <laughs> <laughs> ja, ja, ja. Um, nee nee ja. maar het is gewoon ik, ik, het is wel dat, dat is wel echt want uh, dat is eigenlijk al wel lang, hè, dat zo de games de game industrie dat dat de uh, holy grail is hè mm -hmm. ja uh, qua qua things, qua publishing is dat wel wel echt een, een groot ding en, en het, ik denk het grootste wat we daaraan voelen. Je hebt enerzijds die streams, maar ook het grootste is gewoon alle media-aandacht dat er ineens kwam. Yeah. En dat kwam perfect voor ons, want ons album was. Ik denk dat het geleakt was een week voordat ons album uitkwam. En ineens oh, ja. uh, stuurde je Je hebt met Stu gebeld, we hebben allemaal in, in ja. interviews ineens. Um, kwam dat heel veel aan bod. En, en dat is denk ik het grootste wat we er tot nu toe hebben uitgehaald. En dan moeten we nog. Allez, de game is nog steeds maar twee maanden geleden uitgekomen. Ja. En, yeah. en het blijft ook wel in die soundtrack zitten. Uh, dus dat moet ook nog groeien, denk ik, het komende jaar. Yeah. Um, dus ze pakken ja. het ook nooit meer uit. Nee, dus dat is ook wel vooral. Dat gewoon, het dubbelen, ja. Nee. ja, dat blijft er gewoon een. Ja, uh, ja, een voor linker. ons was dat voor ons eigenlijk zo meer uh, punkrock of hardcore of rock. Dan was dat zo de Tony Hawk uh, yeah, soundtracks. Yeah. Maar dat yeah. is echt zo voor onze generatie. Zo, Grand Theft Auto. Uh, yeah. Die hadden ook zo yeah, al die yeah, radio's yeah, yeah. in de notto. We hebben daar zo cool. ja. van die coole uh, nummers in zaten. Ja, cool, jong. Dat is wel nice. Het is ook gewoon gezelschap. Ik kon ook niet. Ja, dat is dus echt goed. Gorillaz, waar je zelfs een nummer van hebt gecoverd. Ja. Uh, <laughs> dat heb ik ook gezien. Of, ja, ja. Voor, voor Stu Bru. Ja, dat is al even geleden, maar dat was, dat was mega nice. Ik, ja, was, uh, ik was toen wel, dat was een super stressvolle situatie. Dat was om 7 uur ochtends of zo. Ja, so en up, yeah. en, en uh, de, mijn, de micro van mijn viool werkte niet of zoiets. Tot echt. 15 seconden voor we moesten beginnen, dus dat is echt mega hectisch. Ja. Zo, je ziet het begin van dat filmpje en echt 5 seconden daarvoor waren wij zo nog kabels aan het prikken en zo. Ja. Um, en ik was dus de tekst vergeten van het refrein <laughs> en ik heb zo iets anders gezongen. <laughs> en er is zoveel haat opgekomen in de comments, dat was echt absurd. Uh, mensen die zo. Of zo mensen die er zo echt een verhaal aan begonnen geven: van ja, het is gewoon aan het opbouwen. En, ja, want dan in de tweede chorus doe ik het wel juist. Zo, ja, dat was expres, want dan, hij zegt net iets anders, maar dat is alleen zijn eigen interpretatie. En dan in de tweede chorus zingt hij wel de juiste chorus. En dan krijg je dan zegt daar was het toch? Ja, ja. daar was ja, het. Ja, ja exact ja dat is al dat... die comments gaan commenten zo yeah. <laughs> ja dat toch ook gaat Andries toen wij zo wij moesten zo een, een Metallica cover doen ze morgens vroeg en jij het zo de second verre gij moest spelen wist gij niet was dat niet zoiets? ah nee ja ja, ja dat, nee, dat was nee, toch ik, nou, ja, Dat wat, was ook, ik, ook om zeven uur yeah, zo yeah. zo even acht uur de Unforgiven en dat ja. is dat is van, een heel bekend nummer en dat mm -hmm. is eigenlijk een redelijk simpele melodie maar ja en ineens ik was, ik hoorde niks en ik begon ineens te denken als ik deze mis ja dat, dat zijn echte echte momenten dat ja. is iets in mijn leven en, dat, en ik begon echt te denken en ineens verstijfde mijn hand maar de, en dus dat plektrum ja. dat ik kon geen een bent of zo niks meer doen nee. en dat was echt, en ik in de andere was bezig dus ik voelde een tokkel komen dus ik voel mijn mijn, mijn moment komen dat ik moest invallen en dat was zo ja ja, okay, dat, wel, dat is wel gelukt, ja. maar ik heb daar <laughs> niet van genoten. Nee. <laughs> en, zo, en ik heb zo'n oh. schrik gehad, omdat ik, ik voelde wel dat ik hem had. Ik voelde dat het niet het mooiste was, maar ik wist, ay, ja, ja. Dat, whatever, mm -hmm. dat lukt wel, ik mocht gewoon die noot niet missen. En dan zo drie vierde van die song of zo, dat ik... Begon, dat ik dacht: oké, okay, oh, okay, eigenlijk, dit is niet zo erg of zo. Ja. Ja. En, uh, maar dat heb me wel, uh, wel een jaar van mijn leven gekost of zo. Ja. Uh, want er zijn sure, dingen dat yeah. je niet mag missen. Hè. Uh. Ja, ja. Dat is van die iconische, ja, de, de Zeker ook metal community is ook niet de mm. meest lieve ja, ja, ja. Zeker als je zo'n klassieke, <laughs> covered, een ja. klassiever, yeah. ja, dat is lekker. Dat is dat ik... ook bij die Gorillaz track, man. Dat is zo... Mensen gaan daar echt zo hard op. Mm. Van zo die covers, van zo die tracks. Ja, echt ja. Like. Ja, dat is precies dat, dat je iets van hun afpakt, pakt. zo. Ja. Ja. Dat is niet uw nummer, ja. ja. ja, zo, ja zo, als Damon Albarn naar zou bellen, mannen, die zijn er wel verkloot hè, Dan zouden ze dan ook zeggen, oh, oké, okay, sorry ja. Damon. ja, dat is toch ook een fantastische band eigenlijk, dat Gorillas, nee, dat is Gorilla's zo, Ook een grote inspiratie, ja ja. ja. ja, snap ik. Ja, maar ja. Ja, ja. dat zie ik je zegt stro je zegt zo. Dat is zo, ik, ik denk dan altijd zo'n concepten, ideeën, mm. plannen. Ja. Dat is ook wel iets dat jullie bindt, hè. Plannen smeden. Ja, zeker. Um, sorry, nee. voor, sorry voor mijn zusje en wiskje. Zo'n gouden kelk. Ik vind het wel een schoon woord, ze. plannen plannensmeer. Nee, nee, nee. Ik zou ook niet weten ja. wat je dan eigenlijk doet. Ja, Van waar dat komt, eigenlijk. Well, zo, zo letterlijk. Zo. Forging the nine rings. Ja, okay, 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 uh, goed. Oh, kijk. ja. Ja, ja, ja. Ik klopt zo, wel, klopt ja. <laughs> ja, wel. En, en dan ga dan ook zo'n plek waar je dat gaat doen. Zo, en dan trek een boek en dan ga In de Moria. In To the bridge of Ghazadoum. <laughs> oh my. Ja, ja, dan moeten ja. wij nog beginnen om die collabs zeker hè van uh, Loud Dominator <laughs> Jack Breaker uh, van uh, uh, Specialist. Een eh uh, <laughs> <The> specialist <laughs> Pinky, <meat>. Pinky, <laughs> Pinky Mid. <laughs> en die en van wat, mij wat, weet wat, we weer al ja, gaan dat uh, Ambassador Ambassador ja. <laughs> Respetado <laughs> Ambassador ay ay ay, che calor. Cuchi <laughs> <laughs> cuchi. <laughs> <Kuchy, laughs> dat kuchy. wordt de titel van de plaat ook. Goochie, goochie. Als je zo... Uh, als je zo, de, zo een kanjebeest een stromaai bijvoorbeeld, ja. hoe, hoe, zie, hoe komt dat bij jou binnen als, als je dat op, op, op wereldschaal ziet of zo? Qua, qua um, alles. Ja, ik denk sowieso uh, zijn hele... Beginperiode. Ik weet nog met, met, dat hij zo YouTube-filmpjes maakte. waarin hij zo zijn producties uitlegt. Ik weet niet of je dat ooit hebt gezien. Ja, me Mega cool. Uh, Zat dat nog online? Denk ik niet. Ik denk het wel. Ja? Van, van zijn eerste plaat. dat hij echt zo laat zien: van ik heb hier gewoon mijn laptop. een mini keyboardje. en daarop heb ik eigenlijk al die hits geschreven. Ja. Uh, dat was voor mij ook super eye-opening als producer. van wow, met een laptop kun je eigenlijk een hele plaat maken. Zo dat ja. ding. Uh, en ook zo'n echt wel best vrij simpel ofzo. Ja. Zijn approach. Zo al die, die elementjes zijn mega simpel en als je ze samenbrengt is het ineens. Yeah. Het zit ja. Zit er wel super veel diepte in en zo. Mm -hmm. Ja. Um, ja, mega cool. Dat heeft, dat heeft mij super hard geïnspireerd, weet ik nog. daar, daar was ik. Hè. Ja, dat zijn die lessons, inderdaad. Ja, ik heb tutorial er helemaal geschreven en dan had ja, ik het Ik ja. zat ja, ja, zo met ja. production tapes, tutorial. Dat is echt ja, uh... de moeite om iets om allemaal te checken. Um... Ja, je hebt een la Rondance, denk ik eronder. Ja, dat ja. is misschien een goeie, want de goede. Is... Ja, ja, dat is echt zo als je de iconische. Die dans, lesson 8. Ja. Dat is omdat dat echt zo'n nummer is dat je uh, direct voor de geest kan halen <laughs> Dat is toch ook een bijzondere kerel eigenlijk, is het Ja, niet helemaal. echt zo. Wat een... als, als die, als die niet Geboren was, hadden ze die je moeten nut vinden. Of zo. Niet zo'n gast waar je van denkt: Where did they make that guy? Die is gesmeden in ja. de, de, de mijnen in van. In groot plan. Ja, ja, dat is een groot plan geweest. Ja, want dat is ja, ook wel zo. Ja. Eh, dat is op zich niet maar daar hebben we het niet over gehad eigenlijk. Maar zei je al zelf, uh, uh, alleen al like, DIY qua, qua ontwikkeling? Heb je al lessen gevolgd? Om, om, of zei je al echt: uh, Ik ben mijn kamer drie jaar niet uit geweest en toen kon ik produceren? Ja, ik denk, ja, je hebt sowieso die. Ja, dat heeft niet zoveel effect gehad. Sorry, Sorry, Jean. Sorry, Jean. Jean, tot hiertoe ging het goed. Je hebt al die technische opleiding, waarbij dat dan die opdracht was om onze liveband te mixen. Dat het ding is. Ik ben muziek beginnen maken op mijn 13 of beginnen schrijven. En dan achteraf wel eigenlijk alles DIY geleerd. En dan daarna naar school gaan om dan. Eigenlijk daarin te verbeteren om gewoon mezelf te kunnen recorden op een goede manier ja. en um, dat op point te hebben. En dan, ja, dat komt er allemaal bij natuurlijk. Ook live muziek uh, mixen en zo, en dat is niet echt mijn ding. Ja, is wel, ik vind het cool dat, je zo, dat het mega doelgericht was. Gewoon ja. van ik ben rapper en ik wil mezelf kunnen opnemen op mijn kamer, mm -hmm. Dus ik ga sound engineer studeren puur om daar gewoon te leren. Te perfectioneren, hè. Uh, dus dat de visie daar eigenlijk gewoon al was: van dit is heel duidelijk, van mm -hmm. dit, dit wil ik doen. Ja. Uh, mij was het iets minder duidelijk. Ik ben na het middelbaar even nog viool gaan verder studeren, jazz dan, ja. aan de jazzrichting. En ik weet toen dat, dat Bert, dus uh, onze huidige manager, en, en die dus gitaar speelde in onze band. Uh, en niet zo goed, heb ik al vernomen. Uh. <laughs> Om het nog maar eens. Uh, ja. Bert, sorry, we hoopt die... nog een keer. Doet aan hoe. Ik weet nog wel dat hij toen zei van waarom ga je viool studeren? Allee, hij voelde ook al van dat, dat producer, dat songwriter, dat ligt veel meer in uw aard. Maar ik had zoiets van, nee, ik, ik ga toch deze doen om mijn horizon breed te houden en zo. Mm -hmm. Uiteindelijk wat ik er wel uit heb gehaald is, is dat ik daar de muzikanten van onze band heb leren kennen. Ja. Dus alle live muzikanten. Mm -hmm. Maar na een jaar ook wel gewoon gestopt en, en dan zou leren kennen en meteen gewoon daarop verder gegaan. Ja. Ja. En daar fulltime. Uh... Want even, dus nog eens, als, ik, als ik fout zit, ik fout, maar de, jullie delen eigenlijk met Coelie. Uh, jullie delen muzikanten, hè? Ja, bij deel is aan haar. <laughs> nee, <nee>. Oké, <Okay>, sorry. <laughs> er is overlap. Er is zeker overlap. overlap, ja, overlap ja, Maar, dus maar elk veel uh, ondertussen. Want ja. onze gitarist speelt nu ook. Uh... Je weet hoe dat ik dat weet, omdat mm -hmm. we hebben van onze band nog materiaal in staan. en Ik moest er gisteravond zijn, want ik moest nog even iets oppikken. Ja. En ik dat was me totaal nooit niet opgevallen. Dat is dat gangeske, Maar ja, dat is zo typisch, omdat Gelder dan kwam, dan ineens Ziede dat. Ja. En ik zag zo. Ik weet niet wat het was, maar Flight Case of zo. Coelie slash Black Wave of zo. Ja, 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 ja. ja, dat is onze drummer. Ah, uh, ja, ja. Bram, die speelt, die speelt ook bij Coelie. Uh, ook bij Portland. Onze gitarist ah, ja. speelt bij Salasou. Heeft uh, bij Tourist gespeeld ook. Ja. Dus er is zeker uh, veel overlap. Onze pianist speelt nu bij Tourist. Dus, um, maar dat is ook wel leuk om te zien dat dat, dat gewoon zo. Dat iedereen is aan het, uh, het branchen of zo ja, gewoon, van onze muzikanten en en dat creëert dan ook weer connecties of zo. want ik heb iets voor uh, Tourist geproduceerd op zijn laatste plaat uh, we zijn nu alleen aan het kijken of we misschien iets met Celas hoe kunnen samen doen ja. en dat maakt dat contact zoveel directer dat we gewoon drie van onze gitaristen speelt daar zit daarmee in de tourbus en um, ja hebt gewoon laten gezegd kunt je daar laten ja we hadden uh, vorige week nog iets gestuurd vanaf ah, kunt je dat eens laten horen aan, aan Sanne en, en zien wat ze ervan vindt. Mm. Dus uh, dat is wel leuk uh, om, om die scene zo wat dichter bij elkaar uh, te krijgen. En hetzelfde met Koilia. Dat is altijd mega gezellig als we haar als, als we zien op, uh, op optredens. Dus we hebben samen nog op Jazz Midlheim gespeeld. Ja. Uh, maar ook met Dutch Norris. Allee, het is, gewoon, het is al, altijd super uh, gezellig om, om iedereen terug te zien van de scene. Jazz Midlheim. Is dat. Het is goed dat je die pauze lot ja. Ja. vallen daar. <laughs> Jazz Midlam. Ik kon het dus, dus op mijn kind krijgen. Ja, zo. Ik ga even over mijn baard wrijven. Ja. Vertel me meer. Jazz Middelem, ik kan me voorstellen dat je misschien ooit op een, in een soort familieomstandigheid zit en dat op FIFA 23 staan dat dat evenveel waard is of zelfs minder waard is dan dat je tegen iemand zegt dat je op Jazz Middelem stond. Zien dat veel mensen FIFA niks zegt of zo. Ja, omdat uh, jazzmiddelheim, ik kan me voorstellen hem yeah. zien uw ouders of zo een, een trouwen wegpinken van. Of zo de nonkel die er nooit in geloofd had en zei. Uh, nu wel. Druk. <laughs> <laughs> Ze hebben een artikel in de standaard. Ja, is, Of is. Maar yeah. ik, natuurlijk, jazzmiddelheim ja. is ook niet meer de jazzmiddelheim van, mm. van 20 jaar geleden. No, yeah. het, ja, het is, het is wel inderdaad grappig om te zien waar dat voor iedereen ligt. Sommige dingen zijn zo heel, heel specifiek, zoals die FIFA is voor sommige mensen dat in zo ah wow. Yeah. Uh, maar inderdaad dat kan even goed Jazz Midland zijn of, of een review in de Focus knak of allee, voor laten, we, zo laten we eerlijk zijn. Ik denk als je zo eh uh, dat? Deelers gemeene deelaspecten is er niet veel acten die kunnen zeggen dat ze op Jazz Midland <laughs> en op FIFA 23 <laughs> staan. <stond. laughs> nee. nee. Ja, en dat is hetzelfde jaar. hetzelfde jaar dan Dat <laughs> ja. yeah. is uh, nice. zeker het zeker leuke aan onze, uh, allez, onze groep dat, dat het ook wel zo breed is. Ik vind het super leuk om op al die jazzfestivals te kunnen spelen. Mm -hmm omdat we gewoon met, met muzikanten komen die een, die een jazzachtergrond hebben en omdat we dat ook proberen te incorporeren in onze live-set. Ja. Uh, hebben we al de kans gehad om bijvoorbeeld ook op Montreux Jazz te spelen of nice. North Sea Jazz. En mm -hmm. zo'n dingen waar gewoon uh, super iconische festivals zijn. Mm -hmm. Mag ik één ding erin? Ja? Dat is niet de meest onsnobistische uh, omgeving, jazzmuzikanten. Mm -hmm. Maar dat wil daar wel zeggen, ay, ik weet het antwoord, want dan zou er niet toegevraagd worden, je blijft overeind. Ja, je merkt ook heel hard de beweging naar uh, meer en meer dat verbreden. Het dus zal ook misschien nodig zijn. Zoals je zegt, jazzmiddelen is misschien niet meer wat het ooit was en, en zijn misschien ook wel op zoek dan naar een beetje die, die, die breedte, op zoek om, om mm. ook weer een jong publiek aan te spreken. Oh ja, Je kunt niet blijven zitten met, die, met diezelfde... Nee. Binden als die alleen maar ouder worden en je ja, voelt ja. dat er niemand jong bij komt. Hè? Nee, maar is... dat je een live band of zo jazzmuzikanten zijn niet dat zijn zeer zwaar geschoolde muzikanten dus dat mm. wil ook zeggen dat ja, mm. ik begrijp dat ik wil zeggen dat je leuk kunt spelen. Ja, 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 <laughs> ja, uh... ja, voilà. En, en... <laughs> de Bert, sorry, ik wil dat nog <laughs> een keer doen. <laughs> <laughs> <God>. <laughs> sorry, Bert. <laughs> uh...

zo, <laughs> so, oh, Fuck, zei ik. Bert. <laughs> yeah. No. Yeah, we moeten eigenlijk de Bert zijn naam nog in de Woe-dingen uh, steken. Ja, ja, ja. We willen een yeah, Woe-app yeah. voor de Bert. <laughs> <laughs> Als er na nou zo'n crappy guitar player het komt, dan, uh, dan, 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 dan is dat de juiste. Dan geloof ik terug. Uh, <laughs> uh, <dan>, uh, <laughs> Wu-Tang Name yeah, Generator. That, 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 that. Ah, oké. Okay. Ik ga nu wel uh, medeplichtig maken, Louis. Sorry. Ja. <laughs> Bert de Zwerdt, die zal niet gooien. Dat zal een start hebben. Woomy, Energizing Pioneer. Wow. Oké, okay, ja. oh, dat okay, was gewoon, yeah. eigenlijk, Schoon. Ja, ja, ja. Eigenlijk die neemt misschien nog de beste naam van ons <laughs> allemaal. Oh, you motherfucker. <laughs> Energizing Pioneer. Nee, nee, cool. Dark yeah. nee, nou, nee, maar Dark dat wel... Breaker, gewoon nooit op die is een plot erin komen. Ah, <laughs> <met het naal. laughs> nee. oh, te goed. Yeah. Nee, nee, maar cool. Waar ja, ja, waren wordt... die, die jazzfestivals. Zeg. Want hè, dat was een beetje de vraag ja? die gesteld. stelt: bleef er wat overeind? tussen die. Uh... Maar was dat, voelde het ook met dat publiek? En wauw, dat klopt hier. Dat is echt mega. Ja, cool. ja, denk... Me meestal wordt dat ook wel geprogrammeerd op dagen. De gelijkaardige dingen ja. komen of zo. Bijvoorbeeld uh, geen jazz hebben we op de dag, dezelfde dag gespeeld als The Roots ooit. Oh ja. um, Zelfde dag als Color Grey. Uh, ja. Ja, ja hmm. en, en sowieso wat we, wat we uit onszelf doen, um, dus dat is niet omdat we gevraagd worden op jazzfestivals, maar wat we sowieso cool vinden om te doen is om de band ook echt de ruimte te geven om, om te shinen, ja, ja. Om, om te improviseren, om te soleren. En dat doen we even goed op de mainstage van Pukkelpop of de main stage van of of, of zo. Yeah. Mm. Dat doen we overal. We steken ja, echt een, uh, echt een moment goed. in de set waar en ik even van het podium gaan en ze echt even een solo moment kunnen nemen en met breaks en de blazers en alleen dat even zo echt de band is. Mm. En dat wordt altijd heel hard gesmaakt op zo'n jazzfestival. En ik vind het mega cool dat mensen even hard gaan voor een trompet solo als voor een refrein of een verse van ons. Yeah. En dat, dat vind ik zo'n leuk gevoel. Dat je zo even gewoon de spotlight kunt geven aan die muzikanten. En, en ons publiek gaat gewoon wild. En dat geeft mij heel veel vertrouwen in dat, ja, in, in dat muziek maken toch primeert of zo, boven alles. Dat mensen niet alleen voor, voor onze kop uh, komen mm -hmm. gewoon om ons te zien. Uh, maar dat het echt wel gaat om de muziek. Dus, ja. Dat is, uh, zijn mooie woorden om mee te eindigen, vind ik. Uh... Boys, misschien uh, nog één ding voordat we echt afronden. Is er nog iets dat je uh, te plugen hebt? Of zegt van we gaan dat doen, of je kunt daar naartoe, of er komt iets? Alles is al nee, Ja, Check ons album dat net uit is. Ja, uh, goede uh, plaat, hè? Uh, ja, Even zien. We, 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 uh, we zouden indien... het bijna nog vergeten ja. te zeggen, nou, dat hebben we hier al anderhalf uur aan het zitten, Maar ja, dat is eigenlijk een goede plaat. Ja, ja. ja dat is schoon. Ja. Klinkt, ja, ook, klinkt ook fantastisch. Voilà, ja, 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 uh, Heel cool. No Sleep in LA nu uit. Uh, is binnengekomen op nummer 1 in de Ultra Top 200. En dat is ons nooit gelukt. Dus kijk hoe. <laughs> maar we de Bert nog een keer voordat Voor dat gedrag. Ja, like energizing Pioneer, by the way. Energizing <laughs> Pioneer. <laughs> de Bert denkt wel in zijn eigen. Yeah. Succesvolle band is succesvolle managers. Dus, uh... Very, very true. Well done, Bert de Dus inderdaad, Bertus de toch shout out, Congrats. awesome. Uh, yeah. We waren blij dat je erbij was. Ook de Louis. wordt er niet. De Louis erbij. Louis is uh, het coolste haar van ons allemaal vandaag. Pinky die mid. Die wint absoluut. Pinky, ja, goeie <laughs> namen. Dat doen we nooit niet meer. Nee. In ieder geval, uh, yeah, Louis Willem-Messie af te komen. Yep. Black Wave, uh, nieuwe plaat. Jean, ja. uh, Jean, sorry. <laughs> Louis, zeg ik nou Louis. M en Brian is echt naar nou de klote. Maar in okay. ieder geval, Jean en Willem, merci om af te komen. Yes. Mega cool. Um, en uh, ja, de nieuwe plaat uitchecken die handel, want echt mega cool. En trouwens, hun ouder, ik ook. Echt zeer de moeite. Voilà, dat was het voor ons voor deze week. Ik ben Alex, dat is Andries. Wij zijn Welcome to the AA. En volgende week zijn wij er weer terug. When we make Monday great again. <laughs> And pioneer <laughs> The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah ah, ik zei eerder niet dat ik zorg als <hums> het ergens over moet gaan. Zin in misdeelen? Naar de feest. Rivers of te melden en a. Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval.